Ja, dus bonus. Right. Yo, 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 daar zijn we weer, boys. We zijn live. We zijn, nou, we zijn niet live, we zijn aan het opnemen. dat is één stap dichter bij live. Maar we zijn er. En we hebben weer een mooie show voor jullie. We zijn er allemaal weer. Chat, Walt, Rex, Rick Modus. Wally erbij. Ja, man. Rick Modus is er vandaag de hele dag bij. Nou, we hebben eigenlijk gevraagd voor deze keer aan jullie allemaal of jullie onderwerpen willen gooien in de doc. Dus ik heb hem even erbij gepakt en ik heb hem nog niet gezien, dus wat dat betreft surprise. Surprise! Nou, eerste topic. Ja, hoe was AnimeCon in de broodfabriek? Daar zijn we natuurlijk heen geweest. Walt helaas niet. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Nee. Want Walt die, zeg maar wat. I got COVID. Op de dag zelf ontdekt, dus ja, ik was keihard aan het hoesten, dus ik dacht, fuck, ik zal het doen, maar ik voelde me wel een beetje verplicht om toch even te checken, want anders zou ik echt een heleboel bij elkaar hoesten daar op die con, dus ik ben maar even gaan kijken en ja, positive man. Dus ja, echt vlak van tevoren, ik kaartje over en niks meer kunnen doen, helaas. Hoe heb je dat geregeld met je kaartje? Nou ja, ik heb alsnog even een mailtje gestuurd van, goh, ja, ik ben echt zo onverwachts voor de event. Ja, ik kan niet opkomen daar. Misschien kunnen jullie iets betekenen nog? Of ja, maar normaal is het antwoord, ga maar een ticketswap. Maar het was te kort van tevoren om dat te kunnen doen. Dus ik hoop dat ik nog een reactie krijg van, goh, oh, je bent zielig hier. Maar ik denk het niet. Je geld terug of een kaartje voor volgend jaar? Ja, maar ik denk niet dat het zo gaat zijn. Ik denk dat we helaas het antwoord daar wel op weten. Ja. Maar goed, weet je kan altijd maar proberen. En ik vind sowieso, weet je, gewoon respect gewoon dat je gewoon de smart choice hebt gedaan. Ook al gewoon hoe kut het is. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er ook gewoon mensen zijn geweest die zeggen van, fuck it, ik ga gewoon. Maar wat dat betreft, Nou, kut, dat is leem, want echt... Twee weken ervoor zat ik hier ook in de podcast en zat ik ook eigenlijk wel een beetje te hoesten. En toen was het niks, weet je. Dus het kan echt, het is niet te voorspellen, man. Ja, daar kunnen we helaas met z'n allen een beetje over meepraten, inderdaad. Hè? Ja. Ik heb ook al zo vaak gehad dat ik dacht van, het zal het nu wel zijn zin. En toen was het niet. En toen dacht ik van, het bestaat niet meer, maar... ja, ik dacht dat ik een soort god was geworden, maar helaas. Want ik heb hem nog nooit gehad, hè. Ja, jij bent nog een god. Dus, nee, zo. Ik ben sowieso. Ik ben met mevrouw, met mevrouw geslapen. Alles gedaan wat ze had gekregen. God had verboden. Precies. Niks, nada. Op mijn werk niet, helemaal niks. Hij heeft allerlei andere dingen opgelopen, maar dat niet. Maar dat niet. Alright, maar... ja, goed. Voor de mensen die er wel zijn geweest. Ja. Let's go. Kom. Ja, wat anders. Het was anders dit jaar. Ja, sowieso de setting. Het was natuurlijk dit jaar een broodfabriek. En zelf ben ik wel in de broodfabriek geweest, maar niet voor deze conventie dan. Het was voor heel wat anders. Dus ik wist wel een beetje hoe het eruit zag aan de binnenkant. Maar wat de setup was, een, kleinschalig eigenlijk. Ja, even voor de beeldvorming overigens, hè, voor de info. Wij zijn één dag geweest. Wij zijn op de vrijdag zijn wij geweest. Wij zijn niet op zaterdag en zondag geweest. We hebben geen weekendticket gekocht. Dus dit gaat puur over de impressies van de vrijdag. Het kan best zijn dat wij dingen zeggen hier die misschien op zaterdag en zondag anders waren. Dus even gewoon ter info. Dus ja, anders is het goede woord. Chat, wat vond jij ervan? Ik vond het wel nice, maar heel erg wennen aan een nieuwe locatie. Ik moet wel zeggen dat de eerste locatie waar ik voor het eerst AnimeCon mee heb gemaakt was de World Forum. Dat vind ik nog steeds de beste locatie. Daarnaast zijn ze nog naar Rotterdam geweest. Dat was 10 keer niks. Nu voor het eerst was het in de broodfabriek. Dat was wel beter dan in Rotterdam, maar... wat hier jammer is, er is niet echt een locatie om voor de cosplayers echt mooie foto's te maken. Een mooie omgeving. Dat miste ik heel erg. Klopt.
Ja, nu zag ik ze foto's maken op een locatie wat best wel beperkt was, zeg maar. Shabby. Aan de overkant zag je een vrachtwagen staan of een weet ik veel. Dus het was niet echt een mooie locatie om foto's te maken voor de cosplayers. En daar komen de cosplayers wel echt een beetje voor. Om daar je contacten te leggen, om foto's te maken met fotografen. Mooie omgevingen. Ja, dat is eigenlijk best wel een grote onderdeel van AnimeCon zelf. De cosplay. Hey, trouwens, de heel even op in te haken. Even kijken. Voordat AnimeCon bij World Forum was, was die ergens anders. Klopt. En naar die ben ik toen wel geweest. Het was ergens bij een hotel was dat. Ik weet echt niet meer welk plaatsje dat was. Klopt. Maar daar was ook heel erg nice. Want voor het hotel, of wat het dus ook al was, had je dus een grote trap. En daarvoor had je dus een best wel mooie tuin. En daar kon je echt prima foto's maken voor cosplayers. Ze waren ook zowat allemaal buiten. Was ook lekker weer. Maar het is echt een goede locatie. En toen daarna zijn ze dus naar World Forum gegaan. Ja. Dus die had ik nog wel meegemaakt. Dat zag je ook bij World Forum inderdaad. Daar hadden ze ook zo'n locatie wat, het was geen tuin, weet je. Maar je had natuurlijk dat water had je daar. En gewoon het hele achterste gedeelte was gewoon super vet. Dat is echt mooi. Wat je zegt, dat miste je nu gewoon in deze locatie. Je had een soort van de disco room. Daar zagen wat mensen wat foto's maken met van die lichtbuizen en dergelijke. Dat zal ongetwijfeld al mooi uit zijn geweest. Maar het werd ook niet massaal gedaan. Wat mij nog bijstaat is dan, met name bij World Forum, is dat daar echt hele groepen waren die echt daar aan het fotograferen waren met fotoshoots en dergelijke. En dan was het is puur de vrijdag geweest. Misschien is het beeld wel heel anders geweest op de zaterdag en zondag. Maar dat viel me wel op de vrijdag. Ja, maar goed. Maar oké, dat zou bijvoorbeeld zaterdag of zondag zijn geweest. Maar de locatie blijft hetzelfde. Het is nou niet van dat ze opeens een tuin hydraulisch erboven hebben gedraaid. Dus er blijft nog steeds een shabby hek en een patattentje. Dat is absoluut waar. Ja, nee, zeker, weet je. Dat, nou, en wat ik trouwens zelf ook vond, was dat het, misschien lag het aan mij hoor, de locatie binnen, het was vrij donker. Als je dan World Forum, dat was echt heel erg licht. En ik weet zelf, toen ik daar foto's maakte, bij de World Forum, dat was wel heel relaxed. Want ook al was dat binnen, want ook zelfs binnen in de World Forum, kon je nog best wel plekken voor leuke foto's maken, had je wel goede achtergronden, muren en dat soort dingen. Klopt. En dat had je dus hier gewoon niet. En af en toe zag je dan wel dat ze foto's maakten in die disco. Maar ja, dat is dan ook echt met lichtwerk en whatever. Ja. Maar dat zijn dan van die professionele camera's en dat soort. Maar echt plekjes nee, maar dat je echt kan stilstaan. Dat is ook absoluut wel zo. Kijk, wat ik zelf van de broodfabriek vond, het zijn natuurlijk vrij open grote ruimtes. En om dat allemaal goed te verlichten, goed bij elkaar te krijgen, dan moet je ook echt gewoon dingen in de lucht doen. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Comic-Con, dat zijn natuurlijk ook hele grote zalen. Maar er worden heel veel dingen opgehangen en dergelijke. Daar is de aankleding toch wat anders. Ik wil niet per se zeggen beter, maar wel anders. En dit voelde eigenlijk aan van, het is de bootfabriek zoals we het kennen. We flikkeren wat hekken neer en wat kraampjes en that's it. Ook weer een beetje kort door de bocht, hè. Dat wel. Maar ja, goed. Thema is dus inderdaad wel anders. Hè? Ik moet wel zeggen, het is wel een step-up van de vorige editie, wat natuurlijk in Rotterdam in de rij was. En de algemene tendens is wel een beetje, dat is niet echt een hoge drempel om overheen te stappen, want dat was, ik denk unaniem wel dat iedereen dat echt garbage ook niet zeggen, maar een hele slechte locatie vonden, voor dit in ieder geval. Ja. Kijk, de rij is natuurlijk een prima locatie voor heel veel andere evenementen, maar voor dit, geen goede fit. Ja, maar behalve dat, voor mij zei jij dat ook, of Chad zei dat, dat die arcade dingen in die loopruimte zat, dat het precies in de loop was. Kijk, en dan ga je dus naar die zaal waar de lockers zijn en dan daarnaast heb je dan een hele grote zaal. En daar stond bijna niks. Nee, dat was echt helemaal leeg. Dat was echt, echt weird, want doe dan zeg maar een deel arcade daar, weet je. Of bijvoorbeeld een stukje hoek of zo voor misschien mensen die foto's willen maken. Want die ruimte was er gewoon. En het was een beetje raar gedacht hoe ze de indeling, bij nagedacht hoe wat. De indeling is inderdaad ook een veel gehoord kritiekpuntje. Heel veel mensen vinden dat je komt dan binnen in de eetruimte.
dat is een beetje traditioneel gezien, want de broodfabriek, daar heeft daar altijd al de bevetting in zitten. Dus logischerwijs zet je daar dan je kraampjes neer. Dat snap ik vanuit dat oogpunt wel. Aan de andere kant, ja, het is niet heel erg praktisch. En je gaat dan inderdaad, je kan dan of naar links gaan of je kan naar rechts gaan. Dan ga je, aan de linkerkant ga je er dan een trap op. En wat je al zegt, Rick, dan loop je dus langs die arcadehallen. Die hadden ze besloten om dat daar neer te zetten. Nou, dat vond iedereen ook wel een hele gekke keus. Want je moet daar doorheen om naar de dealroom te komen. Want dat is de enige manier om de dealroom in te komen. Want je kan niet via die andere weg gaan. Dus als je daar aan die arcadekast aan het spelen bent, dan heb je continu mensen in je rug zitten. En iedereen die er langs moet lopen, wat best veel mensen zijn, ja, die hebben ook zoiets van, ja, wat de hel. Dus wat dat betreft, volgende keer zou ik zeggen, inderdaad, pleur de arcadekasten in de Argonia Room. Dat was die hele grote ruimte aan de rechterkant, wat je al zei, waar je heel veel loze ruimte had. Ja, dat klinkt als een no-brainer wat dat betreft. En alles was een beetje... Ja, kleinschaliger. De dealerroom was niet heel erg groot. En we hadden een beetje begrepen, we hadden natuurlijk met mensen gesproken, dat ze zeiden van dat er wat afzeggingen waren geweest, omdat de datum drie keer verschoven was. En dat zal vast wel een reden hebben. Ik hoop wel dat ze er voor een volgend event wat meer van leren. En dat ze het anders in gaan richten. En hopelijk dat dan de stands ook wat beter zullen zijn. Dus overigens... We zijn best wel kritisch, maar... We hebben echt fucking veel gelachen. Ik heb het wel heel erg... Ja, ik heb het zeer zeker naar mijn zin gehad. Ja. Daar wilde ik inderdaad een bruggetje naar maken. Want wij hebben het absoluut naar onze zin gehad. De locatie was al minder, maar wij vermaken ons wel. En Chat die was op een gegeven moment... die was gebeeld. Rond een uur of 12 geloof ik dat het was, Chat. Gebeeld. Ja, inderdaad. Inderdaad, klopt. In de avond bedoel je toch? Of? Ja, rond de tafel. Klokslag middernacht, witching hour. Nee, 1 uur. Toen vond ik nog jouw schoen ergens, ik weet niet wat dat betekende. ik moest even nadenken van, wat bedoel je nou eigenlijk? Ja, misschien moet je de telefoon gewoon laten liggen. Dan verandert hij in de pompoen. Juist. Nee. Zeg maar, 1 uur was ik weggegaan. 1 uur en ik kwam ongeveer half 2 was ik thuis. Daarna zijn Rick en ik nog eventjes bij de karaoke room gaan zitten. Ja, de die hard. Misschien kan jij er wat meer over vertellen, Rick. Wat was dat hele ding? Want kijk... Door de hele event door, ik ga dan nog even naar buiten om een sigaretje te roken. Jullie kennen me, jullie weten het. Ik moet me, weet je, aan mijn verslaving moet ik doen. En uiteindelijk, dus ik stond daar en heb je dus een serre. En dat was dus Japanse karaoke. Althans, Japans, voornamelijk Japans. En ik stond dus daar al gewoon te kijken van, grappig, weet je wel. Dan zie je dus mensen gewoon cringe Japanse titelsongs te karaoke. En het is leuk om te zien. En hun vinden het leuk, maar ik zei het dus tegen die gasten. Maar goed, Chat was weg. Dus ik en Sebas zijn dus uiteindelijk nog daarheen gegaan. En lekker chillen daar. En wat was nou, op een gegeven moment hadden we het over... jij kwam ermee, Sebas, over Whiskey in a Jar. En ik zei dus Whiskey in a Jar, van de Dubliners. Maar jij bedoelde van... Ik had een Metallica-cover in mijn gedachten. Ja. En op dat moment kwam echt serieus een kleine ear, zo'n leprechaun. En die kwam van, tegen Sebas, welke bedoel je? Welke bedoel je? Dus jij zei dus die van Metallica. En ik zei van, de Dubliners. Dus het was, uiteindelijk was het wel een leuke situatie met die kleine. En het was wel leuk. Uiteindelijk ging die verder. Uiteindelijk kwamen de goede nummers in plaats van de Japanse titelsongs. En wat was het nou? Dat nummer van... We begonnen met het Songfestival nummer van Lordi. Songfestival nummer, ja. Hard Rock, Hallelujah. Dat was een guy die was echt onwijs zijn best aan het doen. Dat was echt super vet. Was epic, ja. Dus dat was al heel erg vet. Maar toen kwam later op de avond Tenacious D. Ja. Ja, en Sebas zag hem al. Want hij zag op de televisie dus van welke nummers kwamen. En toen dacht hij, Rick, straks komt Tenacious D. It's okay, awesome. En wat gebeurt er? Leprechaun, die komt naar ons toe. Guys, are you gonna root for me? I'm gonna sing Tenacious D. Wij, awesome. Dus die gast onstage met al die andere auties.
Hij ging helemaal los. Al die gasten gingen helemaal los. En wij natuurlijk ook. Ik was de volgende dag was ik trouwens voor, Sebas. Ik was voor van het gillen. Ik had het op de weg naar huis al. En ik kwam de dag daarna. Ik weet niet meer wat ik ging doen. Maar ik ging eerst naartoe en ik moest iets vragen aan iemand. In een winkel of zo. En ik begin te praten. En ik zeg... Sorry. Je moet even over. Ja. Maar dat was... Ja. We hadden eerder in de avond zijn we al wat gasten tegengekomen... die wat mensen aan het zoeken waren via die app. Daar was je ook bij toen, Chad? Ja. Mm-hmm. Die kwamen dus weer naar ons toe. Nou, die waren nog dronkerder dan wat ze eerst al waren. En die gast ook... Oh, ik moet er ook bij toen. Op een gegeven moment... Het was eerst inderdaad alleen die ier die erop kwam. En uiteindelijk stonden ze met z'n zessen dik, stonden ze daar allemaal te blaren. En wij ook in dat publiek helemaal losgaan. Nou, geweldig. Mooie shit, ja. We hebben kritiek op de locatie en op bepaalde aspecten van de beurs. Maar het was wel een vette sfeer en het is wel heel erg leuk geweest wat dat betreft. Ja, ik heb wel kapot gelachen. Maar sowieso, over heel de dag heb ik me kapot gelachen. En maar gewoon situaties, ook om jullie hoor. Jullie, you're cracking me up, man. Ja, na 3 jaar situaties. Is het gewoon leuk. Na drie jaar hebben we gewacht om weer zo'n winkel mee te maken. En, klopt. Ja, ik heb het persoonlijk echt gemist. Ik ook. Ja, ik zeer zeker, want ik was helemaal klaar voor die shit. Mijn vrouw die schopte me de deur uit. Ik dacht, nu ga je ook echt. Ja, geweldig. Ja, lekker man, lekker. Helemaal prima. Oké. Okay. Ja. Nou, normaal gesproken doen we ergens in de show doen we nog even een loot-gedeelte. Maar wij zijn natuurlijk naar AnimeCon geweest. Dus om het even te breken, omdat we volgens mij ook wel aardig wat loot hebben gehad. Lijkt het me leuk om even de loot van AnimeCon even erbij te pakken. Dus laat me zien wat je hebt gehaald op AnimeCon. Ik heb één ding op de AnimeCon gehaald, maar die is voor mijn vrouw, man. Die staat al op een plankje. Die kan ik niet meer terug gaan pakken. Nou. Ja, wat is dat nou? Ja. Wat is dat nou? Die kan ik echt niet pakken. Ze maakt me doodgek. Vertel dan op het minst wat het is. Het is een statue van... dat was trouwens wel mooi, want wij liepen dus daar. En ik zei tegen Sebas van... Ik ben op zoek naar een sleutelhanger van L. Of iets van een statue van L van Death Note. En ik zocht een specifieke. Maar die is zo moeilijk te krijgen. Maar goed, weet je, een paar gangen verder. En op een gegeven moment hoorde ik Rick. Ik zeg, Sebas helemaal para. Ik zeg, wat is er jongen? Van, ja, check. En daar stond een statue van L op de... Je kent toch Death Note, Walter, Rex? Mm-hmm. Ja. Nou ja, nou dat is hem. Kijk. Ik heb hem er even bijgepakt. Ja, dat is hem. Top, dat is hem. En die zag ik dus. En dit is echt zijn trademark. Hij zit al, normaal zit hij ook nog met eten. Maar dit was is de statue en die heb ik dus voor mijn vrouw gekocht. En daar kreeg ik dan een sleutelhanger bij. En een hele hoop snoep en lollies. Dat is een beetje kenmerk voor de stand waar we bij zijn geweest inderdaad. Ja, dikke shit. Echt heel blij. Ja. Echt heel blij met... En dat is wel mooi, want dan zei ze dan ook van... joh. Ik schop je daarheen om daarin te chillen, lekker nerd te wezen. En alsnog denk je gewoon aan me. Kijk, dat zijn puntenscoren, hè? Yeah. Juist. Dat zijn puntenscoren. Lekker. Nee, maar ze is heel blij. Maar ik vind hem zelf ook heel tof, hoor. Want kijk, ik heb hem natuurlijk voor haar gekocht, maar ik mag er ook naar kijken. Dus, tuurlijk. Hoe groot is die statue? Even kijken. Volgens mij is het 30 centimeter of zo? 30 centimeter, ja. Dat is nog best flink. Dat is aardig groot, ja. Ja, was een prima dingetje. Dus ja, dat betreft, dus echt prima. Ja, 3 tientjes, prima joh. Ja, dat is goed te doen. Oh, ja, zeer zeker. Uit, vet. Uit, en chat, wat heb jij gehaald? Ik heb 2 stats fix gehaald. Ja. Eentje. Ja, ik heb ze al in mijn vitrine staan, maar ik heb ze eruit gehaald. Ik durf wel, want ze zijn van mij. Maar ik heb Gotenks gehaald. En, nice. En je hebt ook, awesome. Bij deze is het lauw, want je krijgt ook zeg maar, je kan zijn hoofd omwisselen in de Super Saiyan vorm. Dus je kan kiezen tussen base vorm of Super Saiyan vorm. Ik heb voor nu even base gekozen en dan over een maandje of zo, dan gooi ik gewoon Super Saiyan erop, weet je, dat is wel kicken. Awesome. Ja, klopt toch? Plus, hij was 25, dus dat was een mooie prijs, vooral voor een... Grandista figure, dat is de lijn. Grandista. 25 centimeter. Wat zeg je? 25 centimeter. 25 euro. 25 euro. Ja.
Dus dat is nice. En de volgende is Majin Vegeta. Oh shit. Ja. Kijk eens. Dus was de camera dubio, leek het alsof er wat met zijn mond was, maar hij, ja. Hij is gewoon normaal, toch? Ja, hij staat okay. Maar hij was in dubio met deze, hoor. Ja, ik zie het. Deze was 35 euro. Die is ook 35 centimeter groot. Ja, moet wel. Je merkt het toch op grond. Pas dat? Per centimeter. En ik hoop dat er ook zeg maar een counterpart figure van komt. Van Goku. Super Saiyan 2 dan. Dat was een gruwelijke paar aflevering. Goku vs. Vegeta. Dus volgens mij heb ik alleen dat gehaald. Ik wou eigenlijk ook nog een Krillin halen. Een Krillin figure van de Namek Saga. Heeft hij een Saiyan armor aan. En dan gooit hij een Destructo Disc. En, die was wel tof hoor. Ja, zeker. Ik vond hem echt gaaf. Heb je die gezien? Wat zeg je? Die had je gezien daar. Ja. Dat was de twijfel. Ga ik of Krillin nemen. Of Gotenks. Maar een goede keuze gemaakt. ik haal hem misschien toch nog wel even. Maar Rick en Sebas waren een beetje lang bier aan het drinken. Dus, is niks van waar. Niks van toen waar. Gingen we terug. Niks toen van toen zei ik van, gast, zijn jullie nou klaar met bier drinken? Zullen we nog even naar de dealer room gaan? Oké, kom dan. Helemaal lang natuurlijk, gast. Hij is ook gewoon excuus om niet te gaan. Hij is ook gewoon excuus om niet te gaan, want eigenlijk wilde hem niet. Komen we daar aan? Van, no, ik wil niet, want ik moet nog centen sparen. Ja! Ik wilde hem medehalen. Dat was echt balen. Wat Rick zegt, hij had ook inderdaad nog wat willen halen daar. Maar dat is helaas ook weer niet gelukt. Dus dat was een dubbele... Ja, maar het is ook wel ergens goed voor geweest, weet je wel. Van, kijk, de volgende dag, of de dag daarna, het zondag, hadden we natuurlijk retrobeurs. Dat sowieso, daar komen dus dan, we... Dan kon je ook wat geld sparen. Daar komen we nog op terug, inderdaad, dat betreft. Dus, ja, alright. Nou, ik had zelf ook uiteindelijk nog wat gehaald en ik moet nog even chatten, want dat zal ik pas later. Ik heb een figure van Evangelion gehaald, van Marie. Ja, die is erg tof. Past goed bij Asuka, dat sowieso, dus dat is altijd goed. En chat had hem dus voor me gehaald. En ik heb chat stuurde mij een tikkie en ik denk, ja, whatever, en ik betaal. En ik zag net terug de beschrijving. Heeft hij gewoon gestuurd als omschrijving bitch figure. En die zag ik dus wel gisteren. Dus ik zit te kijken, denk, hè? Motherfucker! Je zei niks doen hier. Je betaalde gewoon netje. Ik zag het gewoon niet. Goed zo. Ik had het gewoon niet gezien en ik zit te kijken. En ik fucking denk, wat? Mooi. Ik denk, what the fuck? Dus thanks, chat. Thanks. Ja, okay. Nee, waarom ik hem al gehaald is. We hadden bij dezelfde verkoper zagen we figures. Ja. Dus toen zei Sebas van, misschien kunnen we een dealtje krijgen. Ik zeg, is goed. Say no more. Let's do it. Dus ging ik een beetje vragen aan die gozer van, doe wat aan de prijs. Toen zei hij heel leuk van, ja, ik kan eigenlijk niks doen. Maar toen gaf hij ons toch korting. Ja, ik zag opeens chat achter de toonbank. Naar beneden gaan. Wat de hel gebeurt hier? Ze was even, hij is aan het regelen. Hij is korting aan het regelen. Laat hem. Ik dacht, oké, weet je wat. Ik draai om. Ik zag het. Ja. Ja, nee, maar dat was wel chill. Even een korting fixen. Dat moet je altijd, even, luisteraars, kijkers, altijd onderste uit de kan halen. Altijd. Dus ik ga jullie dadelijk vertellen hoe ik dat heb gedaan bij Retro Gamers. Ja. Dit onderste uit de kan. Yes. Hem ook wel. Dat wilde ik net zeggen. Damn you. Gaat zijn secret vertellen. Alright. Nou, wat dat betreft, dat was even in het show AnimeCon. En normaal is alleen de vrijdag geweest. Misschien volgend jaar doen we al meerdere dagen. Who knows. We zijn in ieder geval sowieso weer bij. Maakt niet uit hoe of wat. We zijn er. Dus altijd leuk. Brengt ons naar ons tweede topic. En chat refereerde al. De Retro Gamebeurs in Schiedam. Het was op zich een leuk weekend. We hadden natuurlijk wel de vrijdag hadden we AnimeCon. We hadden zaterdag even een dagje voor onszelf. En zondag was het gelijk weer naar Schiedam toe. Daar waren we al vroeg.
Nou ja, tenminste, gewoon bij tijds. Hè. We waren rond 9:15, 10 ongeveer. Want wij openden die tent, man. Wij openden de deur, inderdaad. Ja, stonden jullie vooraan? Ja, praktisch. Ja. Dus Walt uiteraard helaas weer niet erbij. Maar nee, Rex was er deze keer wel bij. Die heeft AnimeCon ook gemist. Dus Rex, why don't you kick it off? Het was weer... Ik moet zeggen, ik vond het beter... hoe zeg je dat? Er stonden meer kraampjes dan vorige keer. Dat was vorig jaar... Maar toen was het nog een beetje met COVID ook. En toen hadden ze dat je een beetje... Maar dat zeiden ze, maar niemand hield zich ook daaraan. Dat je een beetje in één richting moest lopen. Maar iedereen liep maar her en der. Maar ik vond dit keer dat het wel echt lekker goed vol stond. Misschien zelfs iets een beetje te vol. Ik had wel een paar keer dat we echt even een beetje moesten wachten... omdat het een beetje file was, zeg maar. Klopt. Oh, shit. Ja. Dus nee, daar sluit ik me bij aan. Ik vond inderdaad ook, en dat was een van de eerste dingen die Chad zei toen hij binnenkwam, is dat ze de opstelling hadden veranderd. Ze hadden nu de tafels anders neergezet. Chad, kan je daar even op inhaken? Ja, nou ja, zeg maar, ik weet niet of het lag aan wat Rex zei, dat er meer kopers, verkopers waren. Maar de opstelling was inderdaad anders. Ik weet niet of het met COVID te maken heeft of whatever, maar... Ik vond deze opstelling wel chill. Er was gewoon veel meer verkopers nou. En dat viel me echt op, inderdaad. Maar voor de rest was het best wel druk, ja. Was zeker waar. Het was lekker druk. En Rick, wat waren jouw impressies van deze beurs weer sinds best wel lange tijd, volgens mij, voor ons? Ik vond het erg nice. Net als wat je zegt, een goede indeling. Ik hoorde wel van een van die standhouders, dat was als je binnenkomt en je gaat naar links, hè, want er stond alles, als je binnenkomt stond dan horizontaal. Heb je langs de zijmuren stonden ze dus, hè, gewoon langs de zijmuur. En dan heb je uiteindelijk dus al die rijen achter elkaar. Dus de looproute is dus slinger de slang. Maar ik hoorde dus van standhouders aan de muur dat juist hun plekje eigenlijk... kloten was, omdat de meeste mensen die gaan dus slinger de slang en dan stoppen ze dus niet langs dat kraampje aan de zijkant. Dus, goed, maar I don't care. Ik verkocht niks, dus en ik had alle tijd, want we zijn uiteindelijk zo een beetje wezen splitsen, maar ik vond het echt prima beurs. Ja. Ja, het mooiste was, inderdaad wat je zegt, we zijn daar natuurlijk binnengekomen. Rex die was wat later binnengekomen, wij waren wat eerder. En we gingen op een gegeven moment, Rick ging daarheen, Chad ging daarheen. Chad die was on a mission, die moest echt wat zoeken. Dus die zat op een gegeven moment door dingen heen te zoeken dat ik denk van ja, sorry, maar ik ga hier echt niet staan wachten. Dus op een gegeven moment was het van, nou ja, weet je wat, dit werkt gewoon niet. We gaan gewoon lekker alle drie onze eigen richting uit. Nou, dat is gewoon super chill, weet je, dan sta je niet op elkaar te wachten. En hè, als iemand zijn ding niet ziet, dan kan hij even scannen en dan loopt hij even snel door. Weet je, ieder zijn eigen tempo. Ja, dat werkt dan gewoon prima. Dus, en daarnaast is het ook net wat je zegt. Want ja, je kan met z'n drieën of met z'n vieren, vijf met elkaar gaan lopen. Maar je kan beter gewoon splitsen. Want uiteindelijk, dan loop je met z'n vijf en op een gegeven moment is het daar verderop. Is misschien net je shit weg, wat je eventueel wat wil kijken. Dus je kan op je eigen tempo kan je gewoon... En daarnaast hoef je ook niet de hele tijd met jullie rond te lopen, man. Lullen for no reason, weet je. En als je later regroup doet, dat was dus ook gebeurd van, ik ben nog op zoek naar dit. Oh, ik zag hem daar. Ja, precies. Ja. Dat was wel ook echt chill. Ja. Nee, ja, absoluut zeker. Rex, heb je nog Transformers gevonden? Nee, man. Shit. Een beetje teleurstellend, om eerlijk te zijn. Ja, klopt. Je had op een gegeven moment een bak die je zag. Ja. Maar dat was dan allemaal net even iets te oud voor mij. Die ik jou liet zien, ja. Maar dat zijn juist die Transformers, man. Die Gen 1. Ja, dat snap ik. Maar ik zoek even iets dat er net even wat leuker uitziet, Rick. Vind je het erg? Ja, dat was echt oldschool. Okay. Dat is Transformers Gen 1, maar dat was Rex Gen 0. Dus toen bestond ik nog niet, Rick. Ik wil net zeggen. Dus die nostalgia is anders. Dan vind je misschien wel... Op een andere stand wel weer een wat modernere, zal ik maar zeggen. Maar dan is het dan weer net niet eigenlijk eentje die er leuk uitziet. En dan heb je ook weer zoiets van, kut. Ja, ik snap wat je bedoelt. Wat zei je, wat? In je figures kijken dan. Ja, sinds dat ze die Lego Optimus Prime hebben aangekondigd... is er iets een beetje in me ontwakend, ben ik bang.
En ben ik een beetje aan het zoeken naar een leuke Transformer. Dus ik ben nog op zoek. Dus, maar ben je op zoek naar een speciaal, een Optimus Prime, een Megatron, een Starscream? Nou, ik denk Starscream. Wel dat het Optimus Prime, dat ik daar echt even mee begin, zeg maar. Alle hele goede Soundwave. Oh, Soundwave. Man, Soundwave. Nou, dat is diegene waar die cassette in gaat, toch? Ja. Bij Soundwave vond ik het zo vet, want al de Transformers hadden gewoon normale stem. Maar Soundwave had die blikkerige robotstem. Oh my goodness. Ik was daar nog een verklaring voor, of was dat gewoon een artistic choice? Dat denk ik. Ik denk dat. Nooit in verdiept, eerlijk gezegd. Okay. Expanded Transformers lore hier, jongens. Ja. Ja, ik zou het dan even opzoeken van waarom die man zijn blikkerige stem heeft. Nee, ik moet zeggen, het was een leuke beurs. Ik vond persoonlijk, als je toch een beetje kritisch mag zijn, het is dan een retro beurs, retro games. En daar liggen allemaal moderne Pokémon kaarten en dergelijke. Ja, dat viel me ook wel op dat er veel Pokémon was dit keer. Ja, ik snap het aan de ene kant wel, want het poort wel een ander publiek aan. Je zag wel dat er dat men echt gewoon door die map aan bladeren was. En vooral kleine kinderen die er echt op afkwamen. Maar ja, dan heb ik wel het idee van, ja, weet je, je schiet je doel niet een beetje voorbij. Ik zou het bijvoorbeeld persoonlijk zonde vinden dat een echte retro game stand, zeg maar, niet zou kunnen komen omdat iemand al Pokémon map heeft neergelegd. Want dat was, als je binnenkwam, dan had je gelijk links, had je dan een hele rij met tafels met alleen maar Pokémon kaarten. Weet je, zijn het na een paar stellingen, sure, maar het was echt gewoon heel veel. En ja, normaal, weet je, het zal wel verkopen, dus prima. En het is een publiekstrekker. Het is verklaarbaar, maar noem het dan anders, I guess. Ja. Maar al even beeld te schetsen, al die retrobeurzen in Schiedam vinden eigenlijk altijd gewoon plaats in dezelfde gymzaal, toch? Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Het is gewoon super basic, maar die tafels die zijn gewoon gevuld en die worden gewoon neergeplukt daar. En alle nerds komen erop af. Het is prima voor wat het is, hè, want iedereen weet wat hij kan verwachten. En het is eigenlijk altijd wel een succes, dus... Ja, zeker. En goed, in september is natuurlijk de volgende. Ik geloof in Tilburg dan. En er zou er ook nog eentje in Hengelo plaats gaan vinden. En naar Tilburg denk ik dat we sowieso met z'n allen wel heen gaan. We zien het wel. Het is even kijken tegen die tijd. Ja, precies. Ja. Is die ook van dezelfde organisatie? Ja, Tilburg. Want technisch gezien is die in Schiedam. Is ook door de organisatie Retro Gamers Tilburg. Zo raar. Ja. Het heet dan Retro Gamers Tilburg en het vindt plaats in Schiedam. Ja. Maar dat is dezelfde organisatie. Ja, daar staat toch on tour bij, volgens mij. Ja, als je op die Facebookpagina kijkt. Ja, en ik weet niet zeker wat de Hengelo locatie is. Of dat nou een andere organisatie is. Maar dat is wel leuk, moet ik zeggen. Dus we hebben natuurlijk net loot gehad van Animecon. Dan lijkt het me een mooie one-two punch voor de loot van de Retro Gamebeurs. Dus we begonnen bij Rex met de Retrobeurs. Dus laten we dat maar weer doen. Oké, hier heb ik... mijn loot. Wow, shit, man. Oh, ja, heb je die hand van Alice Family? Ja. Hele grote fan. Nee, ik heb niks kunnen vinden, man. Ja, dan moet je wel even tekst en uitleg bij geven. Want was je dan, los van de Transformers, nog op zoek naar bepaalde specifieke dingen? Ik was eigenlijk maar op zoek naar één spel even. Dat was de Final Fantasy Tactics voor de PSP. En er was wel... een verkoper die hem had, maar hij had hem voor de 39 liggen. En dat vond ik eigenlijk al een beetje te veel. En hij wou alleen cash. En daar was ik niet helemaal op voorbereid. Dus dan moest ik die helaas laten liggen. Overigens daarover, want dat hadden wij dus ook op een gegeven moment. Dat sommige mensen alleen maar cash deden en dergelijke. Heel veel mensen die wisten niet eens dat als je gewoon de tikje app op je telefoon hebt staan. Dat je gewoon zo'n QR-code kan laten zien. En dan scan je hem en dan kan je op die manier betalen. Ja. Dat vonden wij wel echt een uitkomst. We hadden een aantal mensen dat ze zaten van, oh shit, ik wist niet dat het kon. Enige nadeel is, er zijn ook Belgische standhouders en Duitse standhouders. En Tikkie is een Nederlands ding. Dus ja, dat kan daar niet bij gebruikt worden. Dat werkt niet goed. Dus dat is misschien voor inderdaad een volgende keer dat je zegt van, nou ja goed. Ik moet gewoon even een keer wat cash meenemen inderdaad. Nou ja, ook dat. Maar als dan iemand zegt van, joh, alleen cash. Van, joh, heb je ook de Tikkie app? Misschien weten ze het niet eens. Dus iets om het overwegen te waard. Ja, zonde man. Dus, jammer, maar helaas. Volgende keer beter. Ja, jij was nog met iemand anders gekomen. Heeft die wel kunnen scoren? Ja, die vriend van me die heeft Pokémon Shield op de kop kunnen tikken voor... ik zag hem afrekenen. 30 euro ongeveer. Ja. Oké. Dus dat was lekker. Ja, het was in ieder geval iets van een succes. Ja. All right, chat. You're up. Yes. Even kijken hoor, wacht even.
Ja, een... Weet jullie wat het is? Ja, dat is zo'n Nintendo 64 die... kijk, je kan daar... Oh nee, voor de Game Boy, ja. Ja. Transfer voor Pokémon Stadium. Ja. Transfer Pack, dat was het. Yes. Ja, ja, ja. Voor de Pokémon Stadium peeps out there. Vroeger doe je dit gewoon onder je joystick klikken. Klik. Game Boy, je Pokémon Blue. Nou ja, later bij Pokémon Stadium Silver of Gold stop je erin. En kon je met je eigen Pokémon team kon je toernooien spelen op Pokémon Stadium, de Nintendo 64. Super awesome was dat. Echt super nice. Is dat nou het enige waar die voor gebruikt kon worden? Of zijn er nog meer spellen die dat gebruikten? Volgens mij is het de enige. Volgens mij inderdaad de enige. Ik heb alleen, voor deze Pokémon Stadium. Ja. Want toen je Pokémon Stadium kocht, deel 1, dan kreeg je hem ook gewoon erbij. Die zat hij er gewoon bij. Ja. Dus ik denk alleen voor Pokémon Stadium. Ja. Maar echt awesome. En het mooiste was, er lagen er 2. Weet je nog? Ja, klopt. Er lagen 2 met zeg maar de stickertje aan de achterkant waar Nintendo Transfer Pack op staat. Dit stickertje. Eentje was grijs en eentje was paars. Nou ja, ik kan Sebas vragen van, weet jij wat dat inhoudt? Wat is het verschil? Nou ja, op een sticker, Sebas stond gewoon hetzelfde, toch? Ja, er staan natuurlijk een aantal dingen op die sticker, zoals modelnummer en dergelijke, eventueel productiedingen, maar de informatie op de sticker was exact hetzelfde. Dit was een paarse sticker, de andere was een grijze sticker. Dat was het enige. Dus, okay. En het mooiste was, de een was €4 en de andere was €5. Oké. Loos. €4 gepakt, maar ja. Dat was wel apart. Ja, dus dat was inderdaad, dat was erg apart inderdaad. Maar ja, goed. Misschien is bij de ene dat je dan de Pokémon's inlaat, dat ze helemaal geklitcht inkomen, helemaal misvormd en zo. Bij die andere gewoon helemaal shiny en perfect. Pikachu zo er doorheen, I don't feel so good. Nou, ik had een missie. Missie. In ieder geval, ik wou de enigste Pokémon games voor de Nintendo 3DS die ik nog moest, was Pokémon X en Y. X en Y, dus daar ging ik voor. En die heb ik ook gevonden. Dus hier zijn ze. Doet nice. Die gewoon. Oh, netjes. Heel nice. En ook voor de prijs die ze wilden hebben volgens mij, hè? Wat zeg je? Voor de prijs ook dat je ze wilde hebben. Inderdaad. Ik wou ze voor 25 halen. En deze twee waren ook de enige die ik heb gevonden voor 25. De rest was allemaal 35, sommige zelfs 49, terwijl het niet eens sealed was. Ging echt nergens over. Dus super blij. Echt een dikke mission. Heel relaxed. Complete. Maar ja, ik had ook nog, 3DS. Ik had vorige keer dus Yo-Kai Watch. Nu zag ik deze, ligt voor €7,50. Nou, hier komt het. Ik niet gelijk accepteren de prijs. Gewoon altijd proberen... scammen. Ja, dat is een manier. Gewoon oplicht gewoon. €1, neem hem gelijk mee van je. Ja, kom ik hem morgen ophalen. Ja. nee, hoe heet het? Ik dacht van, weet je, gewoon altijd proberen. Gewoon, ik zei, doet hij het ook voor €5? Nou, vooruit. Nou, oké. Okay. Ja. Prima. 2,50 winst. Bam. Nice. Hetzelfde geld voor deze. Stond ook voor €7,50. En vroeg ik, kan je het alsjeblieft voor €5 doen? Ja, dat kan. Ja, mooi. Nice. Ja, dus... come on. Nou, voor de luisteraars, dit is Lego Jurassic World voor de Wii U. Dus, score... Gewoon omdat hij cheap was. Ik heb ook een boekje gescoord. Hij koopt gewoon een boekje. Trainers Guide. En ik wist niet zeker of mijn Pokémon Blue, Yellow compleet waren. Dus ik heb hem gewoon, hij vroeg er 10 voor. Ja, daar gaan we niet mee gelijk mee akkoord, toch, boys? €5, nou, dat wou die niet. En toen zei ik, €7, en dat wou die wel. Nou, €7, prima. Maar wat is dat voor boekje? Ja. Dit is gewoon de trainers guide, die krijg je gewoon erbij. En dan is allemaal informatie over Pokémon en Pokémon in het wild.
is eigenlijk gewoon de manual. De handleiding. Nee, het is niet de handleiding. Het is op de doos, daar stond een soort van sticker dan, hè, met gratis trainersguide. En dat was, nou ja, ik noem het even first edition, maar bij de eerste zoveel exemplaren kreeg je hem gewoon los erbij. Serieus. Oké. Dus nou ja, die van mij waren al compleet, maar ik moet nog Pokémon Rood. En ik heb eentje op het oog en die daar zit deze niet bij. Dus dan kan ik hem alsnog compleet maken. Maar ik kijk wel als die er nog is. En ik heb nog één ding opgepikt. En dat was zeg maar de cartridge van deze baby. Pokémon Emerald. Alright. En deze game heb ik eigenlijk ook voordat de retrobeurs... voordat we naar de retrobeurs gingen, heb ik deze op de kop getikt ook voor een zeer leuke prijs. En nou ja, als je nu prijscharting doet, ik weet niet of je dat gedaan hebt, Sebas. Hij gaat echt voor... ja, voor meer. 200 plus euro. Ja. Jesus. Ik heb deze voor 57 euro. Dus ik ben super blij. Pokémon Emerald, boys. Ja. Pokémon Emerald. Super blij. Heel nice. Ja. Doei. Leuk, man. Ja, dus... hey, ik heb nog één pick-up, die laat ik gewoon gelijk zien, ja. Deze heb ik niet op de retrobeurs ge... Ik dacht nog pick-ups gewoon. Breaking the rules hier, jongens. Ja, pick-ups ook, Frasselman. Jij hebt ook een pick-up, dus niet lullen. Ja, maar op de beurs. Dus dit zouden de beurs en we zouden later nog de gewoon doen. Breaking the rules, maar maakt niet uit. Oké, ja. Throw it all. Het is maar één ding, je weet toch. Breaking the rules. Dat is een 3DS game, Sonic Lost World. Nice. Dus, ja... Super cheap. Deze was €4,50. Random prijs ook. Ja. €4,50. Ja, je kan niet gelijk akkoord gaan, hè? €4,35. En niet gelijk akkoord gaan met Nee, zeker. Deze stond zeker ook voor, wat was het? €7. Dus ja. Gewoon niet gelijk akkoord gaan. Chill. Nou, yes. Good haul. Nou, man. Dat was all my loot. Ja. Rick. Lekker, man. Rickard. Ja, ik doe ook gewoon pick-ups, hè? Gelijk. Even, hebben we nog pick-ups? Chat, heb jij nog pick-ups over voor later? Walt, heb jij nog pick-ups later voor over? Ik heb nog heel veel pick-ups van vorige week eigenlijk. Oké, we gaan niet een half uur uittrekken voor jouw pick-ups, hè? Omdat je zilver hebt gescoord. En dit. Ja. Want één, we worden jaloers. En twee, time. Ja, we weten waar je wonen, dus... Oh, ja. Right. Nou, Rick, kom er maar in. Een cool. Even kijken. Even de box erbij pakken. Oh. En dat komt zo meteen. Ja, man. Het was een leuke dag. Nou ja, ik was gewoon random aan het kijken van wat ik gewoon op mijn pad zag komen. En wat me wel leuk leek. Nou, het eerste waar ik voornamelijk naar keek waren... Infinity Figures van Star Wars. Heb ik dan Finn, Poe Dameron, Iron Man, Chewbacca. Nice. Luke Skywalker. Rey. En... Zie je wel wie het is? Wat? Black Widow. Yeah. Black Widow. En ja, dat waren dan de eerste paar figures. En even kijken hoor. Ik heb deze nog kunnen halen. Die wilde ik. De Fras had hem de laatste keer laten zien. Dus die wil ik nog spelen. Nou, deze heb ik dus voor cheap dus kunnen halen. Nee, hey, die had ik ook laten zien. Ja, Walt had hem. Walt was ja, Walt, ja, precies. Ja. Walt was het. Nou, deze wilde ik zo. Ik zag hem gelijk meenemen. €3, prima. Ja, dat is een goede prijs toch? Toepasselijk. Ja, ik heb voor €2 heb ik deze gehaald. Dukes of Hazzard. Oh. Dukes of Hazzard, zie je het een beetje? Ja, zo. Ja. Dukes of ja. Hazzard moest ik gewoon hebben. I love the Dukes. Right. Toen heb ik uiteindelijk, kwam ik bij een chick en die verkocht van die crochet dingen die ze zelf maakt. Mijn ex-vriendin die maakt Super Mario en zo, die heb ik. Maar ik zag dus die crochet, maar ik wist niet dat ze ook andere dingen verkocht. Zo zag ik iets van Final Fantasy voorbij komen. Maar ik zat een PSP game, RPG. Even kijken. Dragoneers Aria. Oké, vet. Klinkt voor €10. Prima. En toen had ze dus ook Final Fantasy
guide part, strategy guides. Nou, nu weet ik dat ik Final Fantasy X, die guide had ik. Maar die heb ik toen uitgeleend aan een maat van mij, zo'n Poolse gozer. En die is uiteindelijk naar Polen gegaan, heeft hem meegenomen, nooit meer teruggegeven. Boutman, dus ik had een gat in mijn collectie. Maar ik was wel op zoek naar die strategy guide. Maar als ik hem online ging kopen, dan was dat zeker 35 à 40 euro. Maar toen heb ik hem dus gevonden bij diezelfde madame. 1 euro. No. No way. Ah, ja, ik kan inpakken. 1 euro. Dus... En... Wow. Ik wilde zeggen 5 euro, maar... Nee. 1 euro. En waarom? Omdat ze zei van, ja, hij ziet er een beetje slecht uit. Hij heeft een beetje hondenoortjes. Nou, dat klopt aan de onderkant, maar dan kan je niet... Ja, dit ja, zie je ja, een beetje. Ja. Ja, daar had je mee in moeten spelen, man. 50 cent. 50 cent. Ja. Nee, man. Helemaal Rick, prima. Rick, wat heb ik nou gezegd? Nooit gelijk accepteren. 1 euro, prima, jongens. En daarnaast was ik dus bij een Belg. En toen kwam ik dus deze game tegen. Rumble Roses. Oh, ja. Begrijp je? Ja, zeker. Oké, maar uiteraard. Op bol.com gaat hij nog steeds full price, hè? Ja. Fucking hoog. Maar ik heb hem uiteindelijk in combinatie met... deze game, die ik heel graag wilde hebben, Atelier Reza 2. Oh, netjes man. Voor 50 euro. Allebei. Top. En deze game, die is nog steeds full price in de winkel. Ik ben hem nog aan het zoeken inderdaad, dat klopt. Nou, ik wil hem nog voor een leuk prijsje hebben, dus nice catch man. Ik kreeg gewoon korting van die dude. Fucking awesome. Chill. Dus ik was heel blij met hem. Toen ben ik verder gaan wandelen. Oh ja, Fras, niet vergeten, ja, ik ontvang nog een tikkie van jou. Ja, dat is waar ook, ja. Ja, ik heb je nog geappt daarover, maar ik kreeg geen gedachte. Ik dacht, deze man houdt niet van geld. Dus, maar goed, uiteindelijk, Fraseman heeft me geholpen, omdat hè, wat ik net verteld heb van contant bij een tent en toestanden, moeilijk. En toen uiteindelijk had Fraseman had contant, dus ik heb wat comics kunnen halen van... dus Injustice-serie. Nu moet ik nog even kijken in mijn collectie welke ik nou precies heb, ja of nee. Want ik heb ze maar 1,50 per stuk waar ik zeg, weet je wat, niet laten liggen, gewoon meenemen. Veel zullen ze niet waard zijn, want de Injustice-serie is niet zoveel waard. Maar ik wil hem gewoon eventjes compleet hebben. Dus ik moet nog even kijken hoe of wat... maar in ieder geval de Injustice-aantal en nog wat een Batgirl en een... ja, 2 keer Batgirl van de DC Universe. 3 keer Batgirl. 4 keer Batgirl. Awesome. Maar die Sebastian is wel van de money, hè? Heb me... Ja man, die man... maar goed, we zijn er nog niet. Heb mij ook voor die Pokémon cartridge even... Echt, hè? Ik kan gewoon per merk. Kom je ook wel gelijk voor een tikkie. Ja, maar dat was een hoger bedrag. Hoger bedrag. Oh, oké. Okay. Ik spaar zeg maar de metal series figurines. Die zijn hier achter mij, maar dat kan jullie niet zien waarschijnlijk. Maar ik heb ze van DC... de enigste Marvel die ik heb is een Wolverine. En ik zocht nog steeds de Marvels, maar ik kom alleen maar de DC's tegen. Harley Quinn, Batgirl, Supergirl, bla bla bla, kontverhaal. Maar nu ben ik voor de 5e, 6e keer was ik langs een kraampje geweest. Waar ik dus overigens ook een Infinity model heb gehad. Maar je komt zo vaak langs die kraampjes en je ziet door het bomen de bos niet meer. Maar goed, ik stond dus weer bij hetzelfde kraampje. En mijn ogen gleden en toen vond ik opeens zo'n metal. Maar dan... Captain Marvel. Hey. Oh, die. Ik was fucking blij, want Captain Marvel is mijn chick. En ik dacht, hoe kan ik jou nou over het hoofd zien? Dus ik heb weer een Captain Marvel erbij. Ai. Maar dan zijn we er nog niet. Dan heb ik nog gewone pick-ups. En deze Monster Hunter Stories. Op Marktplaats. 20 euro gefixt. Is dat Stories 2 dan? Stories 2. Oh ja, Stories 1 was op 3DS toch? Ja. Oh, en die was op de beurs ook fucking duur. Ja joh. Wow. Ja. Oh. Ja. Die van de 3DS, die is aardig. Daar Rijks. Moet je wel wat voor neerleggen. En ik heb mijn recent pick-up Mario Strikers. Ja, dan
ben ik er niet helemaal, want... nu had ik een abonnement op Fanworld, want dat was iets wat ik heel graag wilde hebben. En nu krijg ik dus daar, elke maand krijg ik daar twee voertuigen van. En dat is... Star Wars, de Millennium Falcon. Right. En dit is een, even kijken, een model. En dat is volledig tin. Die krijg je dus bij je abonnement. De eerste twee, want ik heb er nog eentje. En dan bij de volgende maand heb ik er dus nog drie bij. Dus dat kan een TIE Fighter zijn, een AT-AT, noem maar op, weet je wel. Maar die zijn allemaal dus kwaliteit figures. En ik heb de... Dat zie je niet zo goed, maar het is deze. Zie je hem? Deze is van Darth Vader. Ja. De TIE Fighter Bomber. Oh, van bovenaf, ja. Ja, precies, van bovenaf. Dus nu zit ik te denken: van, zal ik ze in de doos laten? Zal ik ze displayen? Ik moet even kijken. Wat difficult choices, man. Difficult choice. En, want ze maar zijn is dat natuurlijk... de enige plek waar je ze kan verkrijgen, of niet? Ja. Okay. Ja, want deze kan je niet. Dit is echt van als je dus lid bent van dat, dan en je heb je dus ingeschreven daarvoor. Dan krijg je dus maandelijks krijg je dus drie van die dingen. Ik heb eerst de eerste twee. En ja, volgende maand nog drie. En dan. Dus ik zit te denken, zal ik ze in de doos laten? Of denk puur omdat het natuurlijk op die de enige plek is dat je hem kan krijgen. En mijn laatste ding is eigenlijk waar ik op zit, is mijn nieuwe gamechair. Hi, netjes. Hij zit fucking flex. Dus ik kan weer rollen, ik kan weer weet ik wat allemaal, acrobatiek. Scare jumps doen. Precies, nou scare jumps is een beetje moeilijk bij mij, want ik schrik gewoon nooit. Er is iets in mijn brein wat gewoon niet werkt met schrikken. Heel frustrerend voor mensen die me willen laten schrikken. Maar goed, dat was een beetje mijn pick-ups. En nog één pick-up. Die staat hier. Dat was het, oh nee, toch niet. En dat was echt letterlijk een pick-up. Want bij de AnimeCon, toen zaten Chad en Fras en ik zaten aan een tafeltje. We kwamen bij een tafeltje en wie zat op mij te wachten? Deze dude. Nou ja! Wobblehead. Van Fantastic Four. Dus letterlijk pick-up. Heb ik ook, oké. Echt letterlijk een pick-up. Netjes. Overigens, bij die Star Wars dingen zitten ook boekjes bij van de modellen, hoe ze gemaakt zijn, background information van de vehicle zelf en dat soort dingen. Dus wel hele leuke informatie bij elkaar. Cool. Maar dat was het. Netjes. Nou, ik zat net even naar het schedule te kijken en het volgende issue was loot rondje van iedereen. Dus ik sta er, doen we later. En ik sta er, oh fuck me. Dus, Walt. Oh, nu mag ik wel meedoen ineens. Ja, the people have decided. En the people have decided dat het derde onderwerp het loot-rondje is. Dus, ik ga, dat heb ik er zelf ingezet. Dus jij wist het al. Ik wist het gewoon. Nee, ik ga er snel doorheen, want ik heb heel veel dingen van de rommelmarkt waar ik als verkoper stond. Ging ik eigenlijk mijn eigen shit verkopen, maar ik kwam eigenlijk met meer shit weer terug. Mooi hoe dat werkt. Dus ik heb weinig profit gemaakt, maar dat maakt niet uit. Ik heb het eigenlijk gewoon omgeruild, laat ik het zo zeggen. Maar daar is mijn meeste loot van. Dus ik heb een PlayStation 2 game. Het is Sonic Jams Collection. Eindelijk heb ik hem terug, want ik had hem wel gehad. Maar voor mij heb je ook nog... Ja, je hebt nog een paar van de collecties. Dus aan mij is vet. Ik kan wel oplezen welke er allemaal op staan, maar ga ik niet doen. Even kijken, en dan heb ik voor de 3DS de Super Mario Bros. 2. Ik had hem alleen op mijn DS pre-installed staan en ik kon er niet uitstaan om hem niet physical te hebben. Dus ik heb hem eindelijk voor normaal, voor 15 of zo heb ik hem opgepikt. Eindelijk is hij een beetje in prijs gedropt. Hij was echt altijd gewoon full price, maar nu was het cheap. Dus dan gaan we nu door. Ik heb een hele goede deal gemaakt op de rommelmarkt. Ik zag een PlayStation 1 liggen, helemaal hidden in een hoekje. Ik dacht, het systeem heb ik, maar ik zag ook allemaal gebrande cd's. En ik dacht, oh shit, it's gonna be bad. Maar gelukkig waren er ook een paar echte games. En die waren echt een euro per stuk.
Dinosaur? Ja, precies. Dus ik heb Disney's Dinosaur meegenomen, omdat die cheap was. Roll Cage lag er ook. Eigenlijk heb ik alles opgepikt wat niet gebrand was. Time Shock. Nou, pinball game is meestal kut, maar maakt niet uit. En voor zoals een euro, who cares? Dukes of Hazzard. Nee! Ai, ai. Ja, toch. Maar wat eigenlijk gelijk mijn AI. Dukes of Hazzard ook echt. Was Ape Escape. Dat game is echt ja. Master. Apensappen. Ja. Ja. Apensappen, ja, ja, ik wil net zeggen, Frans. Apensappen. Nee, dat is een inside joke. Dat is een inside, okay, precies. Okay. Apenskapen. We gaan verder. Ik had nog een sealed copy van Fallout 4 voor een euro. Er staat 30 op. Oh, dat lekker. Laai. Voor een eurotje. Hard afgedongen, jij. Nee, ik dacht, nou, dat is wel fair price. Ja, ik ben geen chat, weet je. Nou, ik weet niet hoor, maar er staat 30 euro op. Je zegt gewoon, nee, 1 euro. En dan zeggen ze, goed. Ja, zo ging. Kan je wat van leren, chat? Zo doe je dat. Ik wil ja, zeggen. Gewoon van 30 naar 1, vriend. 1-0 nou, Nederland. Bij diezelfde stand had ik ook deze GameCube game. Ik weet eigenlijk niet of dit een exclusive is, volgens mij niet. Nee, maar Extreme, volgens mij niet. Extreme G Racing. Nou, dat die is, heel die is ook op PlayStation 2. Ja? Weet jullie of dat leuk is? Ik heb geen idee. Het is Extreme G? Ik heb het voor me 1 keer geprobeerd, maar ik ben niet zo van deze games. Met een soort van Akira bikes lijkt het wel. Ja, een soort van Tron bikes, maar dan zonder de beams erachter. En gewoon wipeout-stijl hard gaan. Dat is een beetje het idee. En voor de Wii, Alone in the Dark. Oh. Nou ja, Alone in the Dark. Ja, why not? Ik zit zo vaak Alone in the Dark, dus ik dacht, deze game is voor mij. even kijken, oh ja. En ik had nog een paar 360 games. Dat was dan, wat was het nou, 3 euro per stuk of zo? En die had ik... Lord of the Rings games, The Shadow of Mordor. Ah, die is zo vet, jongen, die ja, game. Maar niet op de 360. Oh, ja, joh. Ja, ik heb hem op de PC gespeeld dan. Ja, en dan is die echt beter. Die prijzen staan er nog op wat die er eerst voor waren. Er staat gewoon 10 euro op en nu was het voor 3. En bij deze volgende Lord of the Rings Conquest game. Ja. 7, maar ook voor 3. Is ook nice. En Bayonetta opgepikt. Ook voor 3. Nice. Dus dat kon ik niet laten liggen natuurlijk. Ik merkte sowieso dat de 360 games en de PS3 games, dat als je dezelfde game hebt op PS3 of 360, dat de 360 altijd goedkoper is. Ja, dat zie je ook met de Xbox. Dat is echt weird. Ja, maar dat zie je ook met PlayStation 2 en Xbox. Want Castlevania Curse of Darkness voor de PlayStation 2 heb ik voor 100 euro gezien op de retrobeurs. Ja. En de Xbox versie is een stuk goedkoper. Ja, ik heb hem voor de Xbox nog, dus weet je, ik hoef hem nog niet voor de PS3 te hebben. Het grappige is dat de Xbox versie was ook de betere versie van de twee op technisch niveau. Maar precies, het is duur. Dus... Wij zijn geen Xbox-land. Dat zijn we nog geweest. Gelukkig heb ik hem op PS2. Ja. Maar ja, weet je, stel jij zou die game willen hebben en je wil hem op PS2 hebben en Xbox is een goedkoop alternatief, ja, dat geeft jou wel weer mogelijkheid. Klopt. Oké, shut up, friends. Sorry. Nee, ze is nog steeds niet klaar. Oh, vet! Wat? PC games heb ik, maar 50 cent. Nice! Het probleem gaat zijn of ik niet zeker weet of ze werken. Het hangt vanaf of ze Steam-powered zijn. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, wat ik kan weten is... Wat ik me kan herinneren dat deze shit vaak Steam-powered is, maar ik dacht, weet je, ik heb ze, volgens mij heb ik ze gewoon digital al, maar nu heb ik wel de hoesjes. En dat is gewoon vet, weet je. Juist. Hey, 50 cool, cent voor een hoesje. Ja, dat vind ik wel oké. Ja. Dus, maar die Back to the Future, die had je al, toch? Ja. Ja. Die had ik al, maar niet op PC, volgens mij. Zo toffe game, jongen, echt. Dus, ik zal het nog even opnoemen, want even kijken. The Wolf Among Us was dat en Back to the Future The Game. Allebei van Telltale. Ja. En dan heb ik nog een Sonic game. En dit is de eigenlijk collection. Is dit de collection inderdaad, maar dan de plus versie. Maar voor de PC. En omdat het voor PC was hij ook maar eurotje. Dus goedkoop, weet je. En hier staan echt best wel heel veel Sonic games op. En dat maakt hem echt wel super chill om te hebben. Dus je hebt hem ook voor PlayStation 2 en zo, maar ja. Ja, ik heb hem voor de Xbox ook liggen inderdaad. Daarom. Maar, vette collection, dat sowieso. Ja, daarom. En nu ga ik naar de DVD'tjes. Want dat
kan ik ook niet laten liggen. En ik had een film gepikt, Predators. Ik ben een beetje de Predator films aan het hunten. Niet omdat ze allemaal even goed zijn, maar er komt ook een nieuw Predator film aan. Klopt. Ja. Dus ja, misschien een beetje in te komen, weet je. En de design van Predator is gewoon epic, weet je. Dat is het gewoon. Die had ik ook nog van de rommelmarkt voor een euro. Maar ik had vet lang nodig om een euro... bij elkaar te sprokkelen. Ja, dus ik moest echt die halve beurs markt helemaal afgaan voordat ik weer een euro had. Dus ik moest een heel lang, long story. Toen heb ik nog van Vinted heb ik een aantal DVD's. Ja. Even serieus. Vinted, man. Sebas, je moet eraan doen geloven. Nee. Ja, maar ik had echt problemen op Marktplaats, jongen. Met dezelfde, om dezelfde shit te krijgen. En ik dacht van, dit is gewoon not funny meer. Dus ik heb een aankoop gedaan op Vinted en het is gewoon nog steeds niet geshipped 2 dagen later. Als ik serieus nu gescampt ben, dan zou ik dat fucking grappig vinden. Ja, dat zou wel grappig zijn als jij gelijk gescampt bent. Maar je hebt wel een Vinted aankoop gedaan. Ja, Sebas, als het niet wordt opgestuurd... Dan krijg je centen terug. Ja, maar dan moet je die hassle in, man. Schoen, ja, dan moet je gewoon doen, nee, man. Nee, het is geen hassle. Echt helemaal geen hassle. Nee. Ik ben nu blij. Ja, ik heb een score. En dan is het teleurstelling. En dan moet ik dat doen. Ja, joh. Nou, maar ga verder, man. Het is erger, komt hoor. Kom aan. Geloof me. Oh ja, dat is wel. Oké. Attack on Titan. Oh, hey. Nice! Oké, dit is eigenlijk de first part van de first season. Met de eerste 13 afleveringen. Oh. Dus dat is wel vet. En hier is de second part van de first season. En nice. 14 tot 25 staat hierop. Dus hier was ik best wel blij mee, man. En voor mij, even denken, wat had ik ook weer voor betaald? Voor mij maar €15 of zo. Dat vond ik eigenlijk al een goede deal voor een hele season. En ik moest er toch aan gaan beginnen, weet je. Dus ik heb ook gelijk manga's liggen nu. En ik ging even vergelijken met de manga. En één manga was echt 3 of 4 afleveringen of zo. Dat is echt sick. Dus en echt heel goed overgezet ook. Echt bijna one-on-one. Dus dat is wel vet. En dan heb ik nog een box set. Waar ik eigenlijk ook al wel lang naar op zoek was. En dat is Fist of the North Star. Oh, vet. Ja, man. Is het de hele serie? Nee. Tenminste, er is ook nog een part 2, maar dat is wel de, even denken, latere seasons. Maar ik weet nog steeds niet zeker of dit alles is dan voor mij. Nee, dit niet. Is alles, Walter. Dit is alles. Maar dit is in ieder geval alles wat in Europa is uitgekomen met die andere box nog. En voor de rest echt helemaal niks hiervan. Dus ik ben echt volgens super mij is dat, zitten daar allebei de dingen tegen. Ik heb hem zelf niet, maar ik heb hem dus toen de tijd gekeken. Volgens mij zijn dat al die afleverings. Fucking vette serie trouwens. Ja, man. Sowieso dus, Fist of the North Star. Ja, daarom. Dus dat super blij mee. Deze was dan wel echt iets van 30 of zo. Maar dat vond ik eigenlijk ook nog wel oké voor wat het is. Omdat ik hem echt. Ik kon het niet tegen. Maar ik zag hem dus op Marktplaats met die andere set. Maar die guy deed moeilijk, jongen. Dus ik had er echt helemaal scheid aan. En ik dacht van, fuck deze gozer, jongen. Er was gewoon niet mee te onderhandelen. En ik dacht van, come on, man. Leave me alone. Dus toen ging ik gelijk naar Vinted gelijk kopen. En die andere fixen vervallen. Heb je wel gekeken of hij niet in het Frans is? Dat zo? Nee, ik heb zeker gekeken of het in het Engels ook is. Want dat is altijd de downfall, hoor. Ik vind het Italiaans of zo, weet je. Ja, nee, dit is de goede, man. Dit is de goede. Ook met die Attack on Titan was ook goed, gewoon. Maar nu heb ik de final piece. En Rex had eigenlijk al een spoiler gegeven. Oh, spoiler. Hey, god. Ongelooflijk. Rex, je weet waar die woont, toch? Ja, Lego. Ik ga hem morgen denk ik even ophalen. Ja, man, ik ben hiervoor naar de Lego store gegaan en in de rij gestaan, jongen. En het was echt... erg tof. Ik kneep hem in die winkel, jongen. Want echt, die rij ging gelijk door naar het magazijn. En het was gewoon van... You'll get an Optimus. You'll get an Optimus. You'll get an Optimus. Ik zei nog niet eens wat en ik kreeg een Optimus in mijn handen geduwd. Dus het ging echt wel een beetje para, maar op zich, volgens mij is hij nog steeds wel goed te krijgen nu, maar dat gevoel in die winkel was wel echt crazy, man. Dus dat was vet en ik moet hem nog gaan bouwen, maar
ik kijk er wel naar uit, man. Dus dat was mijn, ja. mijn loot. Jaloers, man. Nice. Chill, chill. Alright, Rex, heb jij nog pick-ups gehad, los van je dikke loot van de Retrobeurs? Ja, eigenlijk niet. Ik heb die dat vraagtekenblok maar even afgemaakt. Ja, progress. Die ik had gekocht. Ja. Progress update. Even kijken hoor. Oh, ja, ik weet niet of die goed in beeld gaat komen, maar hier komt die. Even een apart segment. Hey! Even kijken of ik iets naar achteren ken. Vraagteken helemaal. Ja. Super jaloers hier. Super. Alleen het enige jammere vind ik de onderkant. Wat dan? Oh! Die is gewoon open. Ja. ja. Op zich snap ik het ook ergens wel, want dan kan je nog een beetje naar binnen kijken ook wat erin zit. Maar ze hadden wel een klepje of zo kunnen doen. Maar ja, iets van dat het in ieder geval wel helemaal af is, zeg maar. Dus dat is het eigenlijk het, het of een doorzichtige jammer. Plaat of zo. Ja. Oké. Iets inderdaad. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Even zo nog een keer showen met hoe die er... Uitgeklapt. Uitgeklapt. Een beetje moeilijk te showen met alles. Maar is hij al af dan? Ja. Oké, vet. Voor nu uiteindelijk bijna. Dat was de laatste episode van Rex's Progress Update. Ja. nice. Volgende week een nieuwe die, set. Totdat ik die Optimus Prime heb, dan begint weer een nieuwe reeks. Volgende week een nieuwe set. Tune in voor Rex's Progress Update. Volgende week weer. Take your progress. Uit. Chat, had jij nog dingen? Nee, ik had net alles laten zien. Net alles, nog, right? Breaking the Rule. Ja, maar ik wist niet of je alles al had gedaan. Dus, sorry hoor, shit. Man. Nu ben jij aan de beurt. Ja, ik wil het zeggen, nu ben ik aan de beurt. Dus, guys, ik ben heel even weg. Even die kleine, hij moet naar het toilet. Oh. Yes. Dead duty. Ik heb hem even gemute. Dat scheelt weer. Alright, een leuke trend die ik zie op de retrobeurs. Dat is de advent of big box PC games. Je ziet er eigenlijk steeds meer. Dat was je waarschijnlijk ook opgevallen. En er was één stand die... er waren natuurlijk meerdere stands die wat hadden. Maar ik heb de big box van StarCraft gehaald. Helemaal compleet? Ja, helemaal compleet. Foldable. Nou, ik moet zeggen, hij ziet er ook gewoon prima uit. Stickertje nog op van dingen. Het is de Nederlandse uitvoering. En wat dat betreft, weet je, alles zit er verder in. Even kijken hoor. Manual uiteraard. Lekker dik boekje met alles erbij. Hallo hé. Ja. Old school. CD zit er uiteraard ook in. Had ik al, maar dat maakt niet uit. En een hele vette reclame van Warcraft Adventures Lord of the Clans. Dat is een beetje awkward nu. Want die is niet uitgekomen. Maar nee, zo maar ging dat is wel vet dat, dat je dat hebt, zeg maar. Ja, klopt inderdaad. Ja, dat, wat dat betreft is dat wel leuk, zeg maar. Hij was wel een beetje prijzig. Nou, tenminste in verhouding, €40. Maar ik moet zeggen, ik vind de Big Box PC collection, wat je ziet, is dat het is een beetje aan het stijgen. Je ziet dat de prijzen ook aan het stijgen zijn. En het is heel moeilijk om echt te zeggen van, oké, wat is die waard? Omdat het nu nog een beetje, voor mijn gevoel, Uncharted Territory is, dat de prijzen een beetje moeten settelen. Je ziet heel veel Doom en dergelijke voor echt hele hoge bedragen. Maar dat being said, heb ik ook deze op de kop getikt. The 11th Hour. Mm-hmm. Ja, 11th Hour. De sequel voor The Seventh Guest. Oh, ja, die heb ik gewoon kapot gespeeld toen de tijd. Een puzzle game. Dit is overigens de Amerikaanse versie. Vond ik heel erg random dat ik die daar tegenkwam. Ja. Manual zit erbij. Uiteraard is het een klein boekje. Please send help. En de game. 4 cd's in totaal. Dat is gewoon de game. Simpel is het. Ja, vet man. En ik vind het heel erg leuk. Gewoon big boxes zijn natuurlijk gewoon heel leuk om te showcase op een plank en dergelijke. Ja, ik heb een hele... Ja, ik heb nog wat oude PC games. En daar past hier wel mooi bij. En ik heb dus ook nog wat gems. Ik heb van Hexen 2 de Portal of Previs expansion. En dat is door alle licentie issues is dat de enige manier om legaal te krijgen. Dus dat vind ik leuk om nog even te hebben. Voor de rest heb ik via Marktplaats heb ik... Doom! Op de kop weten te tikken voor €25. Switch. En die gaat volgens mij wel wat duurder worden. Gaat duurder worden, ja. Ja, je ziet het nu al. Hè. Het is, zeker weten. Het is aan het stijgen. Ik heb deze nog gehaald. Oh, Dragon Card 3. Ja. Oh, nice. Oh, mag, vet. Hè? Ik denk, ja, weet je, het, misschien wordt hij nog wat waard. Misschien niet. Ik heb geen idee. We zien het wel. Voor de rest, het eerste deel is super duur geworden. Dus ik heb het tweede deel ook maar opgepikt. Visual Novel, JRPG, waifu shit. Je kent het wel. Ride of My Alley. Hetzelfde voor de PlayStation 2. Uit. 4. 4.
Sorry, 4. Ja, hij was op PlayStation 3. Het is Knights of Azure 2. Ja, die is vet, man. Ja, sowieso. Ik heb hem op de Switch. Ja. En op de retrobeurs heb ik deze nog op de kop getikt. Zo, Secret of Evermore. Complete box. Ik moet zeggen, hij ziet er op zich gewoon prima uit. Het was de goedkoopste die ik kon vinden voor een acceptabele kwaliteit. Wat ook wel lachen is, er zit een sticker op hier zo. Ja. Dat is van een franchise-nemer van ons die nog steeds in business is. En dat is super grappig, dus ik ga hem gewoon mailen van... ik heb deze niet meer, maar jullie prijssticker zit erop. Kan ik hem ruilen? Ja. Yeah. Hij is 150 gulden was hij toen de tijd. En ik heb deze voor 110 euro. En dat is op zich een fair prijs. Boekje zit erbij en de map zit erbij. Dus wat dat betreft vind ik het een goede deal. Ze zijn duurder, in betere staat, maar dit is een prima. Ja, en de beste loot... Daarna ben ik naar de Used Games store geweest. Ja. Jongen, kies je konijn, verzorg hem. Kan hem aaien en shit. Nee. Gaat hij dan ook op gruwelijke wijze dood als je niks doet? Nee. Oh, hij is al heel teleurgesteld in je. Dus het is geen permadeath dus. Je krijgt de Bunny Death Star krijg je dan. En dan moet je Monty Python style moet je heel hard wegrennen daarna. Hey, maar Rick, weet je nog? Rick, voordat de beurs open ging, zat hij buiten een konijn lopen. Die wou hij ook gewoon oppikken gewoon. Ja, hij zat er helemaal in die game. Ik zei al, misschien was het een tam konijn die gedumpt was. Hey, rustig aan. Nee, maar dat was gewoon een sign. Het was gewoon een sign. Maar het mooiste was, ik had hem dus bij de Used Products in Zoetermeer al gezien. En hij was 5 euro. Ik dacht, ja, die ga ik op de retrobeurs wel goedkoper kunnen vinden. Nergens te bekennen hoor. Dus ik weet niet hoor, maar dit is gewoon een collectors item, jongens. Dat wordt nog wat waard. Is je konijn een beetje stout? Bel ze bots, want hij is de Bunny Whisperer. Ik wilde net zeggen. Het gaat gewoon helemaal goed komen. Dus, nice man. Mijn pick-ups. Er is nog meer onderweg. Ik had gehoopt dat het al gearriveerd was, maar... Nope. Shipping's a bitch. Dus daar komen we vast een volgende keer nog op terug. Alright, dat was de loop pick-up. Lang segment aan het worden, populair segment aan het worden. Dus we hebben nu wat verwachtingen gecreëerd. Die moeten natuurlijk wel even omhoog blijven houden. Volgende topic is de nieuwe Castlevania Netflix serie teaser. Oh. Yes. Ik weet niet wie hem erop heeft gezet. Wie heeft hem erop gezet, Rex? Dat had ik erop gezet. Dat dacht ik al. Nou, Enlighten Us. Ik heb het gemist. Nou, je hebt niet superveel gemist hoor. Je ziet gewoon even de rug van Richter staan. Dus dat wordt ook de nieuwe protagonist. Ik dacht dat ik gelezen had of gehoord had een tijd terug. Dat het de zoon zou zijn van Trevor in de serie. Maar nu heb ik weer het idee dat het een beetje een afstammeling meer is. Dat er een paar generaties tussen zitten, zoals in de spellen ook. Oké, want ik zo is het gewoon hoort. Ja. Alleen weet je, daar hadden we het nog over. Die storyline, die is uiteindelijk... Want heeft iedereen Castlevania gezien? Ja. Yep. Iedereen. Ja. Sebas ook? Nog niet helemaal. Dan weten we al... Maar dat maakt niet uit, ga verder. Maar we weten in ieder geval het einde. Het einde komt niet overeen met de storyline van de games. Nu is het natuurlijk in de serie zelf, zijn er hier ook wat aanpassingen, maar het dat einde... Dat mag, maar het einde is, oké, wacht eventjes, dit klopt niet. Waar gaan ze naartoe? Ja, je dus snapt misschien... wat ik bedoel, toch? Maar dat zie je wel vaker met series en dergelijke. Je hebt Halo natuurlijk gehad, dat een beetje dezelfde setting en dergelijke had, maar echt wel een fresh take erop was. Ik geloof dat The Last of Us ook een beetje zijn eigen spin gaat doen. Hè? En ik persoonlijk moet ik zeggen, dat is ook niet erg per se. Witcher was volgens mij ook wel, echt wel wat anders. Hè? En Witcher was natuurlijk wel duidelijk dat het op de boeken was gebaseerd en niet op de game. En de game is natuurlijk weer op de boeken gebaseerd, dus dat is een andere interpretatie. Mm. En weet je, ik heb zoiets van, als het uiteindelijk voor een interessante story zorgt, dan... Kijk ik niet of dan, dat nou wel of niet true is to the established lore. Wow. Ja, precies. En maar wat Rex zei over dat er inderdaad mensen... Ik las het ook in de comments onder die trailer van... hij lijkt echt op Trevor en op die andere chick. Dat is echt de perfect fusion. Want hij kijkt dan zo zeg maar over zijn rug, kijkt hij dan achterom. En dan snap ik wel waarom mensen dat zeggen... Dus misschien gaan ze wel die kant op dat het wel gewoon de kid is van Trevor. Ja, dat kan. Ik ben benieuwd. Kan. Ik ben sowieso hyped. Ja. Want ik hou van Castlevania, man. Maar ik vraag me af of ze dan
of dan zeg maar net zoals de eerste paar seizoenen, dat het zeg maar een paar seizoenen is per karakter. Of dat ze nu zeg maar gewoon even één seizoentje doen met Richter. En dan gewoon doorgaan naar de volgende generatie weer. Dat denk ik. Maar ja, de ondertitel, ik weet niet, weet jij wat dat ook weer was, Rick? Ja, Nocturne. Ja, het zegt wel eigenlijk van, dit is een nieuwe Castlevania-serie, toch? Ja, ja. Dus ja, aan de ene kant zou het ook gewoon inderdaad veel verder in de... Ja, maar kijk, maar precies dat dus. Het is een nieuwe Castlevania-serie, maar het einde van het eerste seizoen, Dracula en Chick, what's the deal met dat? Ja, ze leven, maar dan heb je weer gewoon een goede vijand voor Richter. Nee, dat sowieso. Want sowieso is Dracula is altijd de enemy. Maar hoe gaan ze daar dan mee verder? Want hoe komt dat dan uiteindelijk dat het richting Richter komt? En wat is de deal met die chick? Want die chick hoort eigenlijk fucking dood te zijn, man. Somehow Palpatine, ik bedoel, Dracula Richter. Ja. Maar goed, ik ben echt heel erg benieuwd. Sowieso. Richter vind ik sowieso een hele vette character. Ja, ja, zeker. Ik ben ook blij dat ze een beetje voor deze variant hebben gekozen. Qua looks, in plaats van echt zijn klassieke of die wat langharigere van Symphony of the Night. Mm-hmm. Hey, vet zijn. Het zou wel vet zijn als ze dan... Dat kunnen ze misschien een soort van een timeskip doen of zo. Ja, precies. Dat betreft, wel samen met Alucard, dat het een beetje Symphony of the Night... zeg maar seizoen 1 van dit deel dan zeg maar Rondo of Blood is en seizoen 2 Symphony. Dat zou echt masterlijk zijn. Ja. Graag. Netjes. Ja, ik ben benieuwd, ik moet er nog mee verder gaan, dus daar kom ik nog wel een keer op terug. Alright, nou moving on. Summer Jeff Fest, die we hadden. Summer Jeff. Ontzettend veel games natuurlijk die genaamd zijn. We hebben ze niet in de doc gelezen, dus het is wel even handig om even de volgende keer wat dingen te highlighten, want het is best veel geweest. En we begonnen natuurlijk met Street Fighter. Oh. Ja, man. Love it. Ziet er goed uit. De immovable hair van Kyle. Ja, we hebben natuurlijk de vorige keer, tijdens een vorige episode, hebben we Street Fighter al een beetje besproken. Ja, dus dat betreft ziet het er wel weer goed uit. En dat gecrunch. Nee, je hoort het nog steeds. Man. No way! Ja man. Shit. Er is no escape. Anyway, Street Fighter ziet er gewoon dik uit. Ik ben heel benieuwd wat ze ermee gaan doen. Het wordt volgens mij wel redelijk goed geunveild voor de community. Maar ja, wat vinden jullie ervan? We hebben het natuurlijk kort al besproken, dus even kort hè, door deze nieuwe trailer. Logo update is echt top. het is beter. We hebben het de vorige keer ook al kort even beter, besproken. Het is echt beter. Ja. Want ik vond het echt super kut. En nu is het echt gewoon, oké. Weet je. Ze gaan gewoon die urban stijl in. Dus ik snap de keuze wel. En Nou, ik ben echt benieuwd naar die hele hubwereld. Wat nou precies het ding daarmee is. Daar ben ik echt benieuwd naar. Kijk, dat het one-to-one of online battles, dat weet ik wel. Maar wat is de deal met heel die hub? Is het, wat ik zelf wel heel tof zou vinden... is als jij of een bepaalde een career mode of zo, dat je eigen character kan maken en dat je dus in die hub jezelf kan, of tenminste je eigen character maken, dat je hem ook online kan spelen, maar dat je dus in die hub een career of een story mode, bijvoorbeeld net als Splatoon heeft dat ook natuurlijk, een hub wereld en dan kan je story mode of whatever, want ik zou heel graag een story mode willen hebben. Ja. Nou, ik heb wel het idee inderdaad. En je bent natuurlijk, dat wat we toen gezien hebben, is een beetje een hooded character. We hebben geen customization gezien. Dus misschien is het inderdaad wel dat je iets zelf kan maken, maar dat de character builder gewoon niet helemaal af is. En misschien ben je gewoon een random guy. Hè? Dat zou ik zo maar kunnen. Maar vette gameplay. En er is een coverage geweest van Maximum Dude, geloof ik. Klopt. En die is heel goed ontvangen. Dat is een goede kwaliteit, dus wat dat betreft... Ja. Zijn ze wel on track om echt iets goeds neer te zetten. Dus, Het blijkt ook dat hij wat toegankelijker is qua... Ja. Als je zeg maar... voor de diehard zijn het gewoon net daar. Maar als je wat minder in de fighting games bent... is het wat toegankelijker qua controls of iets dergelijks. Ja. Ik ben daar ook wel benieuwd naar. Alright. Maar, ja. Nou, daarna hadden we een nieuwe Aliens game. Dark Descent. Nou ja, Alien is vet. Isolation was echt super vet. Ik heb geen idee wat ik van dit moet verwachten, want het is was een CG-trailer. Kun je het überhaupt nog herinneren? Jawel, maar er zat in die trailer zat er een heel klein stukje gameplay. En dat leek een beetje alsof het... Ja, op het einde. Hoe noemen we dat?
Ja, alsof het een beetje een top-down-achtig, een XCOM soort van game is. En daar zit ik eerlijk gezegd niet op te wachten voor een Aliens game. Nee. Nou ja, eens inderdaad. Alright, nou ja, de volgende game was wel natuurlijk een grote, dat was de Callisto Protocol. En ja, persoonlijk, hè, het is van de makers van Dead Space, het is gewoon een nieuwe Dead Space. Dus, en wat dat betreft, de sci-fi horror is volledig back. Ik vind het echt gewoon super vet eruit zien. Wat vonden jullie ervan? Chat, heb jij hem ook gezien? Ik heb hem gezien, maar ik ben daar helemaal niet van. Absoluut niet. Ben je houdt niet zo van horror games? Nee. Jim Scary. I'm scared. Nee, dat kan toch? Er zijn mensen. Nee. Ik ben niet bang of zo, maar ik heb er gewoon niks mee. Ja, Resident Evil, dat gaat nog wel, maar Dead Space en al die dingen. Ik heb nul Dead Space gespeeld. En, ik ben zo hyped voor die game dat ik laatst Dead Space 2 op mijn laptop weer ging spelen. En oh man, ik kan niet wachten op die game. Echt. Ja, nou ja, hij vond er echt gewoon fantastisch uitzien. Het enige jammer is dat het een cross-gen game gaat worden. Dus ja. PS4, PS5 en zelfs met Xbox. Hij is wel heel lang in de development. Dus waarschijnlijk hebben ze hem eerst gemaakt voor PS4 en gaan ze hem nu upscalen met extra features. Want er was ook raytracing en dergelijke, je ook aanwezig. Dus dat is, ik ben er hype voor. Ik geloof einde van het jaar moet hij uitkomen in december. Hij komt op dus, alles, hè? Ook op PC, toch? Ja, alleen niet op Switch, dat is het enige. Precies. Maar dat is bijna niks komt op Switch, Goos. Nee, klopt. Niks komt op Switch. Alles wat ik heb gezien, is de enige dingen, er zijn obvious dingen die op Switch komen, zoals indie games en die Marvel dingen. Verder komt niks op Switch. Nintendo zijn lullo's. Ik hou van Nintendo, maar ze zijn lullo's. Met de Switch, ze moeten een ding gaan upgraden. Krijgen ze die shit ook? Heb je Portable, heb je Dead Space of Portable? Fuck, Dead Space. Dat blijf je. We gaan het zien. Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 hebben we nog gezien. Ja, classic dude bro shooter. Ik vond het wel erg tof uitzien. Maar ik heb het niet eens gezien. Nee, ik denk dat we daar wel overheen kunnen skippen. Ik vond het wel vet uitzien. Er zaten een paar leuke gameplay elementen in. Maar als het gewoon een vette, toffe singleplayer campaign is. Prima. Niks mis mee. Ik ben helemaal klaar met Call of Duty. Serieus. Ik heb de laatste Call of Duty... Even kijken. De laatste Call of Duty die op een gegeven moment... weer een campaign had. Weet je welke ik bedoel dan? Ja, Cold War is dat, volgens mij. Cold War, klopt. Ja. En die heb ik uiteindelijk voor dirt cheap alsnog gekocht. Dacht van, ik wil toch die campaign spelen. Dirt cheap voor de PS4 gehaald. Man. Die installatie, jongen. Dat gaat helemaal nergens over. Hey, deze gasten die moeten echt leren comprimeren, man. Maar dit is gewoon niet leuk. Dit is echt niet leuk. En nu heb ik zoiets, ik heb hem op mijn PlayStation 4 staan. En dan denk ik van ja, ga ik hem spelen? Want het is maar campaign. En ik heb een stukje campaign gespeeld, maar eigenlijk vind ik de campaign ook helemaal niet leuk. Ik vind het een beetje weird. Nou, dan gooi je hem er weer af. Maar dat is dus dat hele ding. Want ik wil hem er wel weer afgooien, maar ik denk van ja, eigenlijk wil ik hem toch wel weer uitspelen. Want het is maar campaign en daarna pleur ik hem eraf. En dan moet je gewoon even een YouTube playthrough kijken, Rick. Make up your mind. Ik moet er wel natuurlijk wel zelf kunnen spelen. Oh, oké. Okay. Dus, duidelijk. Rick gewoon niet meer. Ja. De duty called Rick gewoon niet meer. Nee, inderdaad. Ik skip er even een beetje wat doorheen, want het zijn aardig wat games en we hebben nog wat dingen om te doen. De volgende was een verrassing, was Flashback. Flashback 2. 30 jaar na het origineel. Heeft überhaupt iemand Flashback gespeeld? Volledig gespeeld? Ja, eerste, want... nee. Nee, Rex, ik vind het wel een game voor jou eigenlijk. Hm. Wat, voor mij? Flashback? Flashback? Nee. Nee? Nee, daar heb ik volgens mij alleen even toen een paar jaar geleden een YouTube playthrough gezien van de Game Grumps, volgens mij. Ja. Maar zelf spelen, dat trok me niet echt aan, moet ik zeggen. Nee, het was persoonlijk, ik vond het ook niet een heel interessante game. Hij heeft natuurlijk meerdere ports gehad. Hè. Super Nintendo is hier volgens mij ook nog op geweest. Mega Drive volgens mij. Uh-huh. Voor mijn gevoel kwam het echt out of nowhere. Ja, ik ben benieuwd. Het zag er oké uit. De trailer was een beetje weird, maar dat is het. Wat hebben we verder nog gehad? We hebben Routine weer gezien. Die is ongeveer 10 jaar geleden is die geannounced. Leek op Vaporware, maar hij is nu terug voor PC en Xbox. En als ik het me goed heb herinnerd, was het met de soundtrack van Mick Gordon. Van
van ja, Doom fame, zullen we maar zeggen. Dus wat dat betreft prima. Ik vond het wel jammer, dan announce je dat je de soundtrack, dat Mick Gordon erbij zit en dan heb je amper muziek, denk ik. Ja, dat was wel een gemiste kans, ja. Ja, dat is een beetje erg jammer inderdaad, ja. Nou, voor de rest hebben we Fall Guys hebben gehad, we hebben Outriders hebben gehad met de expansion. Outriders expansion, die komt eind juni uit. Stormgate, competitive multiplayer, Highwater, American Arcadia. Welke ik nog wel even wil announcen, dat is, tenminste even uit wil lichten, dat is de briljante trailer van Coach Simulator. Coach Simulator, ja, ja. Dat is echt een epic troll van, ja, hier een trailer van iets wat we heel lang niet meer gezien. En dat was natuurlijk gewoon een kopie van de Dead Island 2 trailer. Dus in eerste instantie denk je, oh shit, Dead Island is terug en dan komen die geiten overal. Goat, yeah. En ik denk dat Walt de Goat, ik denk dat die gewoon zo in zijn kamer heeft gezeten. Ja, het is Walt versus de Goat, hè? Ja. En het mooiste is, ze noemen het gewoon Coach Simulator 3. En iedereen had zoiets van, hè, Coach Simulator 3, wat? Ja, maar 2 is maar nooit deel 2. Ze doen een Leisure Suit Larry van 3 naar 5. We hebben Marvel Midnight Suns weer gezien. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet verwachten. Jullie zijn natuurlijk Marvel fans. Ja, dus, ik heb niet gezien. Ik wil de game wel spelen, maar weet je wat het hele ding is? De card gedeelte. Dan haak ik vaak af. Maar ik wil deze wel een kans geven. Ja, het is natuurlijk gemaakt door FireAxis. En dat is op zich wel een prima developer. Ja. Maar wat ik ervan heb gezien. Ik kan er ook niet echt plaatsen hoe het. Ze laten dingen zien, maar ik weet niet van welke platform het is. Want als die zo uitkomt, dan denk ik van, oké, weet je, het ziet er niet geweldig uit. Nee, ik vond het ook niet extreem boeiend, moet ik zeggen. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Maar wat ik wel weer tof vind van die game is juist dat je je friendship met verschillende soorten Marvel characters kan upgraden. En het ligt eraan met wie je het meeste omgaat en hoe dat uiteindelijk in battles kan fungeren. Daar ben ik op zich wel benieuwd naar. Het is natuurlijk geen nieuw ding, want er zijn tal van games die dat gebruiken. Ja, maar ja, dit is toch wel van. En ja, je maakt je eigen character natuurlijk. Ja. Ik geef het sowieso wel een kans, want het is Marvel. Niet alles van Marvel, weet je. Want er zijn tal van Marvel games dat ik denk van, nou, dat wil ik op zich wel spelen, maar mobile. Dus dan houdt het voor mij op. Ja. Maar deze, ik geef het de voordeel van de twijfel. Ja. Nou, we hebben een release datum gehad voor Cuphead DLC. Ja. En wat ik persoonlijk ook wel een leuke game vond, dat was de game die omschreven wordt als een Cyberpunk Hotline Miami. Dat is Midnight Fight Express. Ja. Ontwikkeld door één developer. Ja, ik vond het echt super vet uitzien. Ik kan hem even niet herinneren. Dat is jammer. Ja, wie heeft hem verder gezien? Ik kan het ook even niet meer voor me halen. Hoe heet hij? Het was ook zoveel. Wat zei je nou? Nou jongens, kijk eens. Oh, hier komt hij. Hij laat ik, Oh nee, deze heb ik niet eens gezien, deze trailer. Hij ziet er vet uit. Sick. Ja, dit vind ik wel vet. Ja man, ik vind het wel leuk dat ze inderdaad die... ja, gewoon dikke shit. Stel, heel simpel. Dit is gewoon... Dit is vet. Cool. Dit is gewoon super vet. En dit is dus door één developer gedaan. En wanneer komt die uit? 2030? 23 augustus. Oh, wow. Dat is om de hoek. 2030. Nou ja, is super vet. Ik vind het echt heel vet uitzien. En ik vond de Hotline Miami vergelijking vond ik echt heel erg apt. Dus ja, vet. Ik ga hem zeker wel doen. En die komt voor de... Ik neem aan eerst voor de PC en dan... De PC-demo kan je nu downloaden. Dus die is via Steam gewoon te doen. En volgens mij komt die gewoon voor meerdere platforms, weet ik even niet helemaal zeker. Nice. Dus, die demo downloaden. Zou ik zeker doen, inderdaad, ja. Nou, we hebben best wel vet announcement gehad van Shredder's Revenge van Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, 6 players, Casey Jones en over 3 dagen komt hij uit. Hoppatee. Ja. Erg tof. Echt super vet. Nou, Chad, jij kijkt er sowieso wel naar uit, dus... Zeker. Ja, maar 6 players, hè? Wanneer gaan we? Ja, daarom heb ik hem op de Switch gepreorderd. En
Ja, ik ben hype, man. Nu, laatst, je stuurde ook een de soundtrack van... Die was ook vet. Ghostface Killah. Juist. Out of nowhere, en het is gewoon fucking lit. Het is begrijp je. Dus dat maakt de game al sowieso al een hit bij mij. Ja, ja, zeker. Nee, ik kan niet wachten, man. Ik, ik heb de Turtles Arcade, ja, dat was deel 2. Die heb ik echt misschien al 15 keer uitgespeeld. En ik heb ook gewoon weer die arcade vibes met deze. Dus ik kan niet wachten, man. Ja, wist je nog toen we in Narsoetermeer naar die gamehall gingen, de arcade? Ja, dat was het eerste wat we hadden gedaan daar. Ik heb ongeveer 2 weken geleden nog gespeeld, inderdaad. Hij was echt gewoon super. Ja, ik was daarheen gegaan. Ik moet zeggen, de kwaliteit van die arcade was niet zo erg best. Van in ieder geval die dingen. Maar het was wel echt gewoon super vet om te spelen, inderdaad. Ja. Ik weet nog, jaren geleden met de E3 heb ik hem nog even bij jou gespeeld, Sebas. Maar dan die... die remake. Remake. Ja, klopt. Van Turtles in Time. Ik moet die nog eventjes spelen, Turtles in Time, ja. Klopt, ja. Die blijft ook geweldig. Nou, we hebben nog de game of de character creator gezien van Saints Row. Ik moet zeggen, ik vind het wel heel vet dat je echt alles kan maken. Het is super divers. Saints Row, het ziet er weer uit alsof het gewoon weer oldschool Saints Row gaat worden. Wacky shit, dus prima. We hebben Layers of Fears gezien. Derde deel, geloof ik, dat het is. Ja. Hype. Zeker. Hype. Ik ben heel hype voor die... Horror Echo. Games, dus chat die kan niet wachten tot die gaat spelen. Ja, en we sloten af met The Last of Us Part 1. Was al geleakt natuurlijk, door Sony zelf. Dat was een beetje awkward. Maar wat vinden we ervan? We hebben natuurlijk de vorige keer ook al volgens mij even besproken. Maar we hebben het nu gezien, dus ja, zeg maar. Nee, zeg maar, Rex. Ja, ik moet zeggen, voordat ik het had gezien, dacht ik wel van... Dit is veel te snel voor een remake hiervan. Maar dan zie je toch weer een actie en denk je... Ja, het ziet er toch wel weer goed uit. En dan zie je die comparison shots zo naast elkaar. En denk je, ja, misschien was het toch wel een goed idee, zeg maar. Ja, precies wat Rex zegt ook. Van, de game, als je nu gewoon op de PS4 Pro... En volgens mij op de PS5 heb je hem ook gewoon. Er zit voor mij een patch bij. Ja, klopt. Het is gewoon een mooie game. Maar hij is echt heel mooi geremaked. Dat is geen discussie. Maar het hoeft niet. Het kan, dat is een beetje... Het kan. Hoor je dat? Tuurlijk kan het. Ik hoor kassa's. Precies. Tuurlijk is het kassa. En vooral omdat de film ook nog komt, tuurlijk. Ja. Weet je wel. Serie inderdaad. In mijn optiek, hoeft niet. Maar, Ik moet wel zeggen, kijk, we hebben natuurlijk voor de PlayStation 4 gehad. Maar dat was eigenlijk... Ik zie het even meer als een upscaler. Ja, het was natuurlijk PlayStation 3 versie. Hebben het wat opgepoetst en dat was het. Maar wanneer is Last of Us uitgekomen? Bijna 10 jaar geleden. Ja, klopt. Dat was einde PlayStation 3. Ja, 2013. Dus in dat te vroeg voor een remaster, denk ik, het is fucking 10 jaar oud bijna. maar dat is niet dat ding. Nee, maar dat is niet dat ding. Want ook al is het 10 jaar, maar kijk gewoon heel simpelweg naar wat je in de tussentijd doet. Want je hebt uiteindelijk heb je dus op de PS4. Eigenlijk vond ik dat het een PS4 game had moeten zijn met de launch, maar oké, niet gedaan. Nee. Uiteindelijk heb je dus de PS4 versie, dan kom je uiteindelijk met deel 2. Natuurlijk aardig wat jaartjes later. En dan heb je dus een PS5. Maar ze hebben voor de PS5 hebben ze ook een patch voordat het zeg maar 4K is en weet ik veel wat allemaal. Dan denk ik bij mezelf, why? Wat ik net zei, kijk, dat is gewoon... ik zie dat meer als van, het is een oude game die je gewoon upskilt. Hetzelfde als dat jij een PC hebt en je kon hem eerst niet in 4K spelen. Nu upgrade je PC en dan kan je hem ineens in 4K spelen. Dus hetzelfde game, maar dan iets mooier. En ja, klopt. Maar dan, maar dan denk ik beter van, luister, als je uiteindelijk, je hebt zometeen een PS VR, die tweede, waarom doe je niet VR? Ja, hoe dan? Ja, why not? Het is toch geen first-person shooter? Ik bedoel van als ze de first-person shooter third-person kunnen maken, dat maakt toch niet uit? Wat? Je kunt toch ook gewoon terughalen? Ik denk niet dat ik bedoel, Elder Scrolls kan het, dus waarom niet de Last of Us? Ja, waarom niet met de Last of Us? Dat kan toch ook gewoon? Je bedoelt van, je hebt gewoon een pijl en boog, je hebt gewoon je mes, whatever. Kan je gewoon first-person maken. Resident Evil was ook niet first-person.
Resident Evil 7 was first person. Resident Evil 4 is al first person. Ja, maar die is al... De vierde, ja, die is uiteindelijk first person met dinges, ja. met de VR. Die was niet first person. Nee, maar dat, weet je, een cinematic game als Last of Us zomaar even in VR gooien van, doe maar. Ik denk dat dat een beetje te kort door de bocht is. Hoe zou dat? En hoe heet die nou? De Horizon is toch ook VR? Tenminste, een deel daarvan, de Mountain. Waarom kunnen ze dat niet doen? Ja, maar dat is een heel andere game. Dat is niet Horizon Forbidden West. Ja, nou ja, dan hadden ze misschien een soort van spin-off in een andere trant. Maar ik denk dat ze dat echt wel kunnen doen. Ik denk als ze Last of Us gaan doen in VR, dan wordt het een nieuwe experience. En dan zal je zien dat het first person is. 100%. Maar ja, nee, dat sowieso. Dan wordt het Walking Dead Saints and Sinners. Lekker knallen. Ja, ja, ja. Alright. Ja. Nou ja, goed. We hebben ook nog op de agenda staan de Capcom Showcase. Ja, persoonlijk. Ik weet niet of jullie highlights hebben, maar ik vond het eigenlijk niet erg bijzonder. Het was niet bijzonder, maar weet je, Resident Evil 4, geweldig. Want het is een remake. Ze hadden wel een beetje weinig laten zien, moet ik zeggen, van Resident Evil 4. Ik dacht, ze laten wel even een beetje misschien... Een paar minuten gameplay met wat schieten zien. Maar over Monster Hunter en die nieuwe IP van hun, die Dino Crisis. Ja, daar zit ik ook. Nee, niet Dino Crisis. Ik had het heel grappig gevonden, want ze hebben inderdaad op een gegeven moment dat Extra Primal hebben ze laten zien. Toen hebben ze op een gegeven moment over verschillende modes gehad. En toen, het is jammer dat het niet was gebeurd, maar als ze een mode Dino Crisis hadden genoemd, dan was ik echt op mijn stoel gevallen. Ja, ja. And we have a special mode called Dino Crisis. Maar ben je hype voor die game? Nee, totaal niet. Dus je bedoelt, dus je het zegt tegen mij als Jurassic Park liefhebber, ja. Vind jij niet, zeg maar, dit zijn dinosaurussen komen uit de lucht, man. Ja, man, maar... Net als in Jurassic Park. Net als in Jurassic Park. In Jurassic Park gingen we niet op die beesten hunten en een hele squad maken voor Max. <Ja. laughs> Hele Gundam suits en shit. Nee, man. Ik zit echt niet te wachten op deze game. Nee, Toen ik hem bij de eerste announcement had ik al zoiets van, wat de hel zit er, waar zit ik naar te kijken? Dit is echt zo'n game wat in de arcadehal is, waarvan je denkt, oké, laten we even checken. Nou, die moest gewoon first person. Ja, maar first person met je guns. Ik moet zeggen, toen de announcement trailer kwam, toen zag je die dino's. En toen zag je die ene character die heel erg leek op die ene character uit Dino Crisis. Dus iedereen had zoiets, oh my god, hier is het. En toen was het epic troll. Echt niks. Dat was een epic fail. Ja, ja. Nou ja, verder inderdaad, we hebben een announcement van een announcement gehad van Dragon's Dogma. Dan kan ik denken van, why? Doe dat gewoon met een tweet of zo, whatever. Nou ja, Resident Evil inderdaad wat gezien. Ja, nogmaals, ik vond persoonlijk niet boeiend. Tenzij jullie nog... Ja, ik ben wel hyped voor de story DLC van Final Fantasy. Van deel 8. Ik moet wel zeggen, ik vond het echt super annoying. Want ik heb zelf Resident Evil 8 nog niet gespeeld. Ja. Want ja, ik heb ook andere shit. En je krijgt gewoon een dikke spoiler. Ik denk van, dit is gewoon echt gewoon niet cool. Weet je, maar... Ja, goed. Hey, weet je, hoe lang geleden is die uitgekomen? Ja, maar... Dude, weet je hoeveel games ik nog te spelen heb? Denk maar je echt dat weet Capcom niet. Dat weet Capcom niet. Capcom denkt dat je alleen maar Resident Evil aan het spelen bent. Jongen. Jij zit te veel met WoW. Capcom met WoW. Fucking Capcom man. Met WoW. Nee, maar dit is... Al hadden ze gewoon... Doe gewoon een screen. Let op. Spoilers. Prima. Dan weet ik het. Nu is het gewoon van boom in je face. Ja, sorry. Maar dat is gewoon wel cool. Maar die wil ik zeker spelen. Ik ben daar alleen benieuwd van, is het zeg maar een puur story, maar hoe zit het met de combat? Ik weet niet voor of het combat, en het is third person. En ik vind dat ook wel erg cool dat je dan straks ook wel een third person optie hebt voor deel 8. Dat vind ik wel erg nice. Ja, op het moment dat echt wel willen, toch? Dan ga ik hem zeer zeker, maar dat zou ik ook voor 7 willen. Ja. En ik vind de first person... De kant dat ze hebben gekozen, echt heel gaaf. Ja, zeker. Meer van dat ook. Maar ik denk van, joh, als je een optie erin kan gooien, dat je third person en third person... Nou, en dat kan dus gewoon. Ja. Maar goed, erg blij. Ja. Nou ja, aansluitend op het Summer Jeff Fest en Capcom hebben we ook natuurlijk de Devolver Digital gehad. En daar heb ik voor de rest niks over te zeggen. Behalve uiteraard de Plucky Squire. Ja. Yo, hebben jullie die gezien? De Plucky Squire. Ik heb de hele show niet gezien. Dat is echt mind-blowing gewoon. De Plucky Squire is... fuck it. Even een filmpje. Ja, het is... Ik vind het wel mooi dat jullie hem dan voor de eerste keer ook zien, zeg maar. Want het was wel een... Ik vond het gewoon easily gewoon de game van de show. Dat vond ik ook. Heel veel mensen vonden dat. Ik kan ook echt niet wachten voor. Ik wil hem ook echt day one hebben. I love it. Ja, partij. Day one.
let's go. The Plucky Squire, wat een naam. Ja, maar dat is het mooiste. Het is... Heb ik dit wel gezien? Ik weet niet. Nee, volgens mij niet. Oh. Wacht, is dat die ene dat die uit dat boek en dan naar het echte gaat? Jazeker. Oh. Ja, weet je, je zit te kijken en je denkt, oh, nou, dat is wel cute. En dan ga je zo kijken en denk je, oh, dit ziet er wel interessant uit. Dat is wel grappig. Ja, cool. Ja, vet stel. Ja. Maar er is een... Dikke, kijk hier, dikke punch-out. Ja. Sick. Oh, nee. En dan is dit moment. Oh shit! Die steps uit het boek. Dat is wel vet. Oké, dat is geniaal, man. Het is een beetje klei-achtig ook dan. Niet. Dat is een beetje moeilijk te zien. Ja, dit is gewoon... Wanneer komt hij uit dan? Dit is niet bekend. Dit is... Ja, dat is gewoon een beetje jammer, maar hij is echt gewoon super vet. Ik vond easily maar, game of the show. Zeer zeker, dit is echt, deze game wil ik day one. Maar ik ben wel benieuwd, als jij in dat boek, want je zag gameplay segment in het boek. Ja. Hoe gaan ze dat zeg maar doen? Dat je zeg maar, eigenlijk speel je voornamelijk de game in het boek. Maar je kan uiteindelijk op een bepaald punt eruit springen om je quest te doen. Ik denk het juist andersom. Ik denk dat je gewoon in de open wereld bent. En ik denk dat het een beetje Link Between Worlds zal zijn. Dat je kan swappen. Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ja. Dat zou echt master zijn. En ik denk dat ze puur voor soort van dat woonmoment dat ze op die manier gedaan hadden. Dus ik denk dat het wel meer het een beetje een balance zal zijn. Dus, Hey, maar die wereld ziet er mooi uit, hoor. Ja, de vraag is hoe groot gaat die worden uiteindelijk. Dus, Hey, en dan is nog steeds de vraag, ja, hoe groot die wordt. Maar ze hebben die trailer laten zien. Maar op welk systeem draait die? Dat sowieso. Hij komt voor alles uit. Dus wat dat betreft, want dat vraag ik me af. De gameplay die ze hebben laten zien, op welke platform hebben ze die laten zien? PC. Heel simpel. Ja, precies. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat als ik die wereld zo zag, dat zo mooi zou zijn op de Switch. Nee, dat denk ik. We gaan het zien. Dat geloof ik niet. We gaan het zien. Duurt nog even. Dus denk ik. Dus ja. Alright. Nou, daarnaast hebben we de Xbox en Bethesda Showcase gehad. En dat is wat dat betreft een lange show was het. Dat was 1,5 uur. Laten we beginnen met de grootste game die we gezien hebben. En dat is Ark 2. Oi. Met Vin Diesel. Ik bedoel, hè, we wisten dat hij ging komen. We hebben zijn Instagram post nog gezien. En daar werd heel simpel gesteld. Real gamers are excited for Ark 2. Ja. Dus ik had jullie de vraag gesteld van hoe zit het met jullie? Dus chat zei in eerste instantie, nah, fuck it. En toen liep die post, nee, het is wel echt vet. Want ja, Real Gamers. Dat is wel vet, sorry Vin. Nou, ja. Ik vind het niet zo, hallo. Ik heb het idee dat deze game over family gaat, en auto's, en dinosaurussen. Ja, heeft iemand überhaupt Ark gespeeld? Ik heb het zelf nooit gespeeld. Nee, ik ga daar niet aan beginnen. Oké, moving on. Wij zijn geen echte gamers, we moeten nu de podcast stoppen. Nee. Nou ja, we hebben Diablo 4 gameplay gezien, laatste klas, Necromancer. Die hing al een beetje in lucht toen we de trailer zagen, toen ik zei, dit kan niet anders. Ik vind het er echt gewoon vet uitzien. Ik ben heel benieuwd naar die game. Er was toch een rumor dat deze Always Online was? Dat is die ook. Ah, fuck. Het is een shared world, wat dat betreft. Loos. Vind ik zo loos. Er zijn zoveel games tegenwoordig Always Online. Ik heb zoiets van... Ja, een beetje bloedirritant. Maar Diablo, man. Come on. Ja, het ziet er maar goed, vet uit. Maar goed, ik ga hem sowieso spelen. Dus, ja. Nou ja, 2023 moet er uitkomen. Dus wat ze gezegd hebben is dat alle... games die ze geshowt hebben binnen 12 maanden uit zou komen. Dus dat betekent dat Diablo 4 in 2023 uitgekomen voor juni. Dus ik ben heel benieuwd of ze dat gaan redden. Ik zou denken van wel. Ik moet wel zeggen, damn. 2023 is echt fucking packed. Het is echt packed, jongen. Het is echt, echt niet normaal. Er zullen vast al games gedelayed worden. Ja, hebben we nog niet eens het eventuele Nintendo ding is... Nog krijgen. Absoluut, inderdaad. Ja. Nou, we hebben eindelijk gameplay gezien van Redfall. Die was natuurlijk al eerder genaamd. Ik vond het vet, man. Ja, zeker. Hebben jullie het ook gezien? Cool. Ja, ik vond het wel leuk op zich, maar ik vond het wel gaan eigenlijk. Ik werd niet extreem hype ervan.
Ik denk dat het echt weer zo typisch een game is. Hè? Je kan hem solo playen. Maar op het moment dat je met z'n vieren speelt, dat hij echt gewoon het leukste is om te doen. Ik vind vaak dat games waarin de main characters altijd een beetje too cocky zijn. Van, I got this. Oh. Dat vind ik altijd een beetje, nu weet ik het wel, weet je. Geforceerd. Ja. Ik moet zeggen dat in sommige games kan dat wel werken. Want bijvoorbeeld met Guardians of the Galaxy hadden we toen met de announcement hadden we precies datzelfde commentaar gegeven. En ik heb de game uitgespeeld. Maar dan weet je dan wat je eraan gaat beginnen. Nee, maar het is meer van als het annoying is, dan weet je ook dat het annoying gaat worden. En dat was het eerste kritiekpuntje wat heel veel mensen zeiden. En ik heb de game doorgespeeld en het viel hartstikke mee. Die game is echt super. Dus het kan zomaar zijn dat het inderdaad is zoals Walter zegt van het is too cocky, too much. Maar het hoeft niet per se iets. Misschien valt het mee, maar dat schrikt me. Het is ook dat het nu denk ik allemaal achter elkaar gelijk gezegd wordt, zeg maar. Ja. Allemaal een beetje gefocust in een trailer. In de game zal dat waarschijnlijk heel erg uitgespaced zijn. Ja, want moeten natuurlijk marketen. Dat moet natuurlijk. Het moet aan de man gebracht worden. En laten we eerlijk zijn. 21ste eeuw gamers zijn voornamelijk cocky, man. Dat heb ik kleine kinderen gezien. Ze spreken allemaal voor hun houden. Denken dat ze het wiel hebben uitgevonden, die bastards. Ja, net om de hoek kijken. Ja, wat we verder nog gezien hebben is As Dusk Falls. Dat was een beetje die story-driven game. Vond ik er erg interessant uitzien. Ik ook, zeggen. Ja. Die is toch, die kan je nu toch al... Weet ik eigenlijk niet. Volgens mij niet. De launch date announcement die was gekomen. En even kijken hoor. Wanneer was het? Juli. 19 juli. Dus dat is volgende maand. Ja. Dus, ik vond het wel interesting. Ja, zeker. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Even kijken. Wat hebben we verder gehad? Forza Motorsport. Jullie zijn natuurlijk geen race game fans. Maar Forza Horizon 5... is wel een hele vette game. Ja, Pissbreak, je zei het al. Maar het zag er wel heel vet uit. Ik ben heel benieuwd hoe die heel gaat... Mooi, zeker weten. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat scalen met Gran Turismo. Gran Turismo heeft toch een beetje problems nu op dit moment. En ik ben benieuwd wat dat gaat doen. Nou, we zijn natuurlijk voor de rest geen diehard race fans. Dus whatever. De announcement van Hideo Kojima... die Xbox game gaat maken. Ja, dat wisten we eigenlijk al. Dat hing al een tijdje in de lucht. Dat is nu geconfirmed. Ja, maar dat was ook weer een announcement van een announcement. Hideo Kojima gaat de game maken. Hier is Hideo Kojima. Hallo, ik ga een game maken. Bye! Maar zijn jullie echt Hideo Kojima fan? Nou, weet je, ik vind zijn games doen altijd wel iets unieks. De ene keer is het geslaagd, de andere keer is het niet geslaagd. Als je kijkt naar de Metal Gear Solid franchise. 1 was vet, 2 was... echt uniek voor wat het toen de tijd was. 3 was heel vet. 4 is eigenlijk gewoon niet heel erg interessant. Vond ik gewoon tegenvallen. 5 is... Heeft iemand nog iets over 5 te zeggen? Heeft goede gameplay. Ja. En ja, that's it. Ja, klopt inderdaad. Dus, en Death Stranding is ook weer zo'n game van... op zich wel vet. Walking Simulator. Het is een bepaalde vibe. En wat volgens mij... Vergeet de demo niet. Ja, maar oké, buiten Metal Gear... Dat was ook van hem, toch? Ja? PT. Die demo? PT. Ja, was ook van hem inderdaad, ja. Zone of the Enders heeft hij ook gedeeltelijk gedaan. Weet je, hij heeft wel echt gewoon wat gedaan. Dus ik vind, als je nu kijkt naar zijn werk van de laatste jaren... zou je kunnen zeggen, joh, hij is overrated. Maar laten we alsjeblieft niet vergeten wat hij op technologisch vlak heeft betekend voor... Wat kan ik zeggen, met Metal Gear Solid 2, dat was op dat moment echt groundbreaking. Je kan daar hele essays over terugzien, wat mensen, hoe ze dat gedissect hebben, hoe ze dat gedaan hebben en dergelijke. En hij wil dan nu, wilde iets, ik geloof met cloud computing doen of zo. Ja, zoiets. Zoiets, ja. Ik heb zoiets van, ik ben wel, want in de aanloop naar Death Stranding hebben wij natuurlijk onderling ook heel veel gezet van, ja, leuk, het ziet er spooky uit. Eerste trailer is, oh, vet. Tweede trailer is weer weird. Derde trailer is weer weird. En op een gegeven moment zit er weer zo'n fase van, ja... Wat is het nu eigenlijk? Nou, ik had bij meer bij Death Stranding op het begin dat het zeg maar... Want het enige wat ik toen zag was gewoon CGI. En heel de gamingwereld ging... bow down to... Ik denk, what the fuck, je hebt geen reet gezien. Je weet niet eens hoe de game gaat. Dus je ziet een CGI, dus what the hell. En ik hou niet zo van dat worship... naar deze dude. En ik vind, net als op Wal zegt, ik vind hem kakkie. Hij is niet eens een game character. Hij is gewoon real life en hij is een kakkie bastard. En hey, niks
ten nadele van Metal Gear en zo, maar hij is gewoon een bitch. Nou, maar dat is wel een beetje het probleem, dat heel veel mensen ook hebben gezegd, is dat Metal Gear Solid 2 en die andere games die goed waren, juist goed waren omdat die soort van in check werd gebleven door een team die zich omheen, die zeiden van, joh, dit moet je niet doen, moet je dat doen. En op een gegeven moment heeft hij een bepaalde status bereikt dat hij alles alleen ging doen. En dat in ieder geval wat mensen zeggen van, ja, toen zag je dat het een beetje over de rails ging. En Death Stranding en die hype die was, hè, iedereen wist natuurlijk die break-up die hij had met Konami was natuurlijk niet netjes. Ja. Jeff Keighley die zat hem te worshipen on stage. En heel de gamingwereld die wilde hem echt gewoon fantastisch. Ja, en als hij dan zijn nieuwe project announced, dan weet je eigenlijk wel wat de reactie al is. Dus ja, dat moet je daar wel... Ben ik gewoon, daar ben ik gewoon allergisch voor. Maar je merkt nu dat de perceptie van hem is nu al een beetje anders dan dat het toen de tijd was. Dus wat dat betreft hoop ik dat het wat meer grounded is. Ik vind het heel bijzonder dat hij dan nu bij Xbox gaat zitten. Maar ja, goed, weet je, hij is gewoon een studio en als je hem geld geeft, dan doet hij wat voor je. Zo simpel en is Microsoft het. Microsoft heeft gewoon heel veel geld, dat hebben we uiteindelijk ook al gezien in de hele presentatie. Dat tuurlijk. Tuurlijk, weet je, maar Sony doet dat op zijn beurt ook weer, weet je. Dat is gewoon de hele consolidatie van de gaming-industrie die gaande is. Maar ja, goed, weet je... Announcement van announcement, dus het is gewoon garbage. Ik had in ieder geval iets gehoopt, maar er gingen wat rumors dat... hoe zou die game nou ook weer heten? Weet jij het nog, Rex? Welke game? Van Kojima. Er ging een titel de ronde, dat was gelekt door iemand. Silent Hill. Kojima... Nee. Er was een rumor van een titel en een artikel over gedaan. Toen heeft Kojima Productions een cease and desist gestuurd en toen hebben ze van, nee, dat doen we niet. Ik geloof dat Tom Henderson die dat had neergezet, volgens mij. God. Ja, ik weet waar je het over hebt, maar ik kan even die titel niet voor me halen. Nee. Ja, ik kan die titel ook niet, maar volgens mij was dat toch een soort van projectnaam of zo. Nee, dat is geen projectnaam. Nee. Dat was echt gewoon de titel van de game die ze zou uitbrengen. Ja, klopt. Inderdaad, ja. Anyway, Rex die gaat even verder kijken. Ja, ik ga dat even opzoeken. Ja. Nou, verder hebben we... wat hebben we nog meer gezien? Even kijken hoor. Persona komt naar Xbox. Sayan detail, zo meteen is Persona op alles behalve op Switch. Ja, dat is echt ongelooflijk. En het zijn nou niet echt... Maar er ging al heel lang... Ja, klopt, maar er ging ook al... Weet je, Joker is in Smash. maar zijn game is er niet. En er gaat al heel lang een rumor rond dat hij voor de Switch zou komen, Persona 5. Ja, ook niet gebeurd, ja. Kan nog steeds, we moeten nog steeds wachten op freaking Nintendo met een kut Nintendo Direct. Ja, fucking lang wachten op die bitches. Kak, eind van de maand is nu de last room. Eind van de fucking maand, ja precies. 29ste of zo al gehoord. Moving the goalpost. Ja. We hebben Pentiment gezien, kan je die nog herinneren, Rick? Welke? Pentiment. Pentiment. Dat was een soort van die weird-ass stijl van een beetje de middeleeuwen als het ware. En het was van... Ja, hype. Ik vind het er zo vet uitzien. Bij het begin dacht ik echt van, wat? En ik hou van dit. Ja, ik hou van deze shit. Ja. Why? Vind ik echt tof. Ik ben echt benieuwd naar die. Die wil ik echt gaan spelen. Ja, en het echt was... Die, maar je hebt het over die middeleeuwse juist, art. Juist, ja, juist. Geweldig. Ja. Het is gewoon echt wat anders. Nou ja, zeker. Ja, toch? Ik heb wat misschien... wat is het? Sebas? Over een horror game van Overdose. Overdose, dat was hem inderdaad. Ja. Zijn toch, zijn toch. Ja. Ah ja, shit man, je hebt gelijk, chat. Pentiment, ik vind het leuk uitzien. Ik ook. Prima. Maar dat is dus toch een soort van detective game? Ja. Volgens mij is het een soort van detective game. Het was detective, het was iets anders. Ik heb geen idee. Ik vind het leuk. Ja. Weet je, ik train het gezien. We gaan hem kijken. Ik wil die. Die wil ik. Ja. Nou, we hebben Minecraft gezien, het is niet echt interessant. Hollow Knight DLC die naar Xbox Game Pass gaat komen. Silksong, Day One. Nou, altijd vet natuurlijk als Game Pass subscriber. Even denken hoor. Elder Scrolls, Cocoon... Wat wil je opnoemen? Ik heb ook een lijstje voor me eventueel. Plague Tale, Cocoon was Requiem. Nice. Ja, we hebben eigenlijk de meest interessante wel gehad. Ja, en dan eindigt het natuurlijk met Starfield. Ja, Starfield. Ik moet zeggen, ik vind de reactie op Starfield van heel veel mensen, die zeiden terrible. Ik heb wel een beetje het idee dat het heel veel Sony fanboys zijn die pissed zijn dat het niet op Xbox komen en daardoor shit op die game. Dat is één verklaring. Ik heb zoiets van, dat je bepaalde aspecten van de game niet zo cool vindt, sure. Maar terrible is niet het woord wat ik zou gebruiken. Terrible is het zeker niet. Het is altijd een beetje... er wordt natuurlijk heel veel voorgeschoteld qua gameplay en wat het
beloftes allemaal zijn en dergelijke. De waarheid zal ergens in het midden liggen. Men zegt, ja, 1000 planeten, dat zal allemaal procedurally generated zijn. En totaal niet interessant. Dat is ook weer zo'n woorden wat daar staat. Ja. Ik persoonlijk, als sci-fi fan, ja, ik vind het echt super vet. Ik kan niet wachten om te beginnen. Heel veel mensen, wat was nou de... No Man's Skyrim. Dat was klopt. Ja. Maar je wist van tevoren dat die vergelijking zou gemaakt zou worden. No Man's Skyrim, weet je. Ja, en het is natuurlijk Bethesda, dus ja... Ja, heel veel mensen vonden de graphics dan weer niet mooi en dat. En ik denk, nou, ik zat op een gegeven moment GIFs te kijken in 4K. En ik denk, nou, als jij mij deze clip had laten zien en had gezegd, dit is een Bethesda game, dat had je gewoon niet geloofd. Het ziet er gewoon niet uit als een andere Bethesda game. Je weet wat ik zei. Ik was ten eerste, was ik helemaal niet hype voor deze game. En moet ik ook eerlijk zijn, ik hoorde dat en ik had sowieso van, ik laat het maar voorbij gaan, want het zal wel een soort van die categorie zijn zoals, noem maar, de rest van Bethesda's open world. Maar goed, ik ging kijken en ik ben zeker wel down voor deze game. Ja, ja. Kijk, ik moest wel eventjes mijn vraagteken zetten bij 1000 planeten van oké, laat maar zien, weet je wel. Want is het echt fully dat je volledig kan checken, exploren, alles? Dat geloof ik niet. Ja, nou, maar, dat is wat ze zeiden ook, van je kan overal landen wat je wil. Kan je overal landen, maar kan je overal exploren. Nou ja, weet je, het zal geen Breath of the Wild zijn. Van, hey, je ziet dat, daar kan je heen gaan. Dat geloof ik ook niet. Ja, maar als zij dit, zeg maar, if they pull off this shit, dit is gewoon mind-blowing. Ja. We zijn toch gewoon forever met die game bezig? Ja, precies. Ja. Maar dat zeiden ze ook. Ze zullen ook zo, heel lang zullen ze hem gaan supporten ook. Ja. Dus in die zin zou ik nog wel zeggen van, oké, je hebt 1000 planeten, maar ze zijn zeker niet day one af allemaal. En het is Bethesda. Alle DLC, alles. Dus ik hoop niet dat het een buggy mess wordt. Maar goed. Nou, de vraag is natuurlijk ook, want ze hebben nu gezegd van, joh, hij zou 11 november zou hij uitkomen. Dat gaat hij niet halen. Ze hebben gezegd 2023. Nou, dat is uiteraard heel lang. Gaan ze met een jaar delayen? Dat zie ik ook wel gebeuren. Ja, tuurlijk. En dan kan dat de game alleen met de goede komen wat dat betreft. Maar ja. Rex, jij keek best wel uit naar No Man's Sky in eerste instantie. Ja. Dus in dit opzicht, heb je dan met deze iets van wauw? Of denk je moi? Nee, het is meer een beetje moi, moet ik zeggen. Want ik had ook het idee dat je niet echt per se, net zoals in No Man's Sky, dat je gewoon seamless van de planeet kan vliegen naar de ruimte. Want als je volgens mij tegen het einde aan zag je een beetje vliegtuig naar de ruimte vliegen op verschillende planeten in dezelfde shot. Ja. Dus ik ben bang dat dat gewoon een beetje een cutscene gaat worden. Dat denk ik ook wel. Ik denk dat niet dat zal het mij ook wel heel erg tegenvallen. Nee. Ik denk dat het een beetje Destiny-stijl zal zijn. Destiny heeft dat natuurlijk ook, hè, dat je dan extract en dan prima. En als je load time dan redelijk kort is, dan valt dat op zich nog wel mee. Maar ik denk niet dat het seamless zal zijn. Dat geloof ik niet. Nee, maar wat ik voor de rest heb gezien, sprak me ook niet heel erg aan. Ook niet de gunplay? Die was goed. Nee, nice, man. Maar daar ben ik sowieso niet van, hoor, moet ik zeggen. Misschien eigenlijk alleen in Doom. Ja, dat is een beetje de enige Doom, FPS die ik echt kan spelen. Ja. Doom gunplay is gewoon knallen klaar. Dat is geen moeilijke regen. Niet scopes en inzoomen, uitzoomen. Ja. Maar kijk, als ze gewoon een third... Lieten ze een third person view zien? Dan kan ik even niet herinneren. Ja, op het moment dat je in je ship rondliep, was dat third person. Mm. En als dit inderdaad de Skyrim manier is, dan kan je switchen tussen de twee dingen. Ja. Dus dat zou zeker kunnen. Maar ja, als die naar Game Pass komt, dan ga ik hem wel proberen. Daar niet van. Ja, dat sowieso. Ja, sowieso. Ja. Game Pass is sowieso met deze show, ik was wel blij, want ik was niet helemaal hyped, tenminste, ik was niet ik vond de show zelf van Xbox, Bethesda, vond ik niet mind-blowing of zo. Maar hij was niet slecht. Nee, kijk, weet je, maar hij was niet geweldig. Wat een beetje het probleem is, er waren niet echte verrassingen bij, want als je inderdaad door die lijst heen kijkt, we hebben Starfield gezien, nou, dat wisten we al, Diablo 4 kennen we al, nou, cool dat je iets nieuws hebt gehad, we hebben Overwatch 2 gezien, Redfall hebben we eindelijk gezien. Plague Tale kenden we al. Ark. Ja, fucking awesome natuurlijk. Dat sowieso. Ja, er was niet echt een super verrassing of zo, weet je. Dat niet, maar ja. Alleen. Ja, ik was wel heel erg blij met Plague Tale 2. Want de eerste, ik weet niet of jullie de eerste hebben gespeeld. Ja. Ik vind de eerste echt heel erg tof. Ja. En ik kan echt niet wachten op de tweede deel. Ja. Nou, ik vind het enige, nou ja, een soort van verrassing is, ik was wel een beetje hyped dat op een gegeven moment dat de collaboration met
Kui Tecmo en Teen Ninja. Toen ook is, oh my god, Ninja Gaiden is happening. En toen was het Fallen Dynasty. Ja. Ik hoop echt dat het niet zo weer als Nioh wordt. Ik ben wel een beetje klaar weer voor Ninja Gaiden-achtige. Ja, ik had gewoon echt gehoopt, want het was Xbox, het was dat. Ik denk, nou, dit is Ninja Gaiden. Ja, dat wordt een nieuwe Ninja Gaiden. Ja. Maar helaas, dus... nou ja, Wolong, te vroeg om iets over te zeggen. Het zag er oké uit, vond ik. Ja, toch? Nou, dan gaan we het nog wel tegenkomen wat het wordt. Ja. Alright. Nou ja, ik denk dat we op dat gebied dan wel alles hebben gehad. We hebben nog één puntje op de agenda staan. Ik weet niet wie dat heeft neergezet, maar dat is Devil's Third Hype. Leg uit. Wie heeft dat erop gezet? Leg uit, verklaar je nader. Jij zelf, hè? Heeft er iemand weer een kopie gevonden? Ik ben het niet geweest. Ik ook niet. De rumors zeggen dat deel 2 er aankomt. Nee, echt waar, joh? Echt waar, man. Dat geloof ik niet. Van deel 1 komt ze toch niet laten om te beginnen met deel 2. Ja, dat geloof ik niet. Wat is... Day 1, bro. Day 1. 5 kopies. Ja. Allemaal in ziel. Het enige is, hè, als ik kijk naar laatst gewijzigd door, dan zie ik Walter van Stijn staan. Oh, shit. Okay. Dus dat is... Kainasas, dus. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij iets anders erbij wil. Dus Walt, ben jij hyped voor Devil's Third? Ja, door jullie wel de laatste tijd, jongen. Elke aflevering komt weer terug. En ineens gaat iedereen die game kopen. Wat is dit? Dus boom, jongen! Aan de hand. Hij had hem wel klaar liggen, hoor. Maar serieus, die prijzen zijn echt out of the roof, man. Maar dat moet wel gezegd worden, wat ik op de app heb gegooid, dat zijn echt puur Amerikaans, hè. Want de Nederlandse, die gaat... Die als je de Nederlandse hebt, dan die, nou, niks. Misschien weinig. €150. Ja. Maar waarom die Amerikaanse zoveel is, omdat volgens mij hebben ze in heel Amerika... hebben ze maar 450.000 van die exemplaren gekregen. Ja. En hoeveel is de populatie in Amerika? En qua gamers is sowieso veel. En dan uiteindelijk 450 copies. Ja, dat is gewoon echt rare daar. Ja, dat zag ik de tijd ook met Xenoblade Chronicles. Die was voor de Wii was die uitgebracht. Die was in Amerika peperduur. Hier was ook wel een beetje duur, maar niet extreem zoals die daar was. Dus, niet extreem, ja. En je hebt echt... zelfs die ene vond ik echt bizar. Die ook echt daadwerkelijk gesealed, contained, vacuum getrokken, greater op 9.8, neer mint. Voor mij eigenlijk is het is eigenlijk mint als die in de fabriek is gebleven. Ja, maar zelfs die ging gewoon echt... Maar stel je voor dat mensen dat kopen. Ja, voor zoveel. Nee, ben je fucking blij dan als iemand die visit van je koopt? Ja, maar dat was natuurlijk ook een beetje die... dat was een beetje die scam, hè. Dat was natuurlijk een tijdje terug, was er een weet je wel, Mario of Zelda of zo, die credit was verkocht voor een 500.000. En daar is toen een YouTube-channel ingedoken en dat blijkt dus echt een scam te zijn van een groepje gasten die artificial die prijs aan het opdrijven zijn. Om hun eigen collectie omhoog te waarderen. Het is bonkers, gewoon als je erover gewoon nadenkt. Maar dat was ook goed. Ding. Maar dat is dan uiteindelijk die categorie. Maar je hebt echt wel... ook als je naar je comments kijkt. Weet je wat het is? Kijk, als die credit zoveel is, het heeft een effect op de prijs. Want je denkt dan ook over je eigen kopje. Denk je, nou, hij is dan niet credit, maar hij is wel dit. Dus dan is hij zeker wel... Het drijft de prijs. Dus, Dus nou ja, goed. Nog even terugkomen op de retrobeurs. Qua prijzen, wat we nou gezien hebben. Sommige games, en met name 3DS games. Ik heb daar heel veel Shin Megami Tensei games gezien. Voor €150 of zoiets dergelijks. Voor 3DS. Shin Megami Tensei, Shin Megami Tensei voor dan €150. Ontzettend veel van die rare games van 3DS die nu echt aan het exploden zijn. Ik vond zelf dat Nintendo games, en dan praat ik echt over de NES games, dat die voor mijn gevoel een beetje aan het stabiliseren zijn. Dat die niet echt meer duurder worden. Nee. Dat is goed. Tenzij je het is nog steeds duur, hè? Dat voorop stellen. Maar ze zijn niet hoger geworden. Nee. Super Nintendo is nog wel aan het stijgen. We zagen een exemplaar van Chrono Trigger voor €1200 of zo. Come on. We hebben dezelfde guy weer die zijn Mega Man X3 overal naartoe aan zeulen is voor €1500. Ja, nooit kwijtraakt. Ziek, man. Exact dat inderdaad, ja. En Super Nintendo is nog wel aan het stijgen. En ik ben benieuwd wat dat voor de rest gaat doen. Maar was jullie dat ook een beetje opgevallen? Of hebben jullie zoiets van, nou, voor mijn gevoel was het nog steeds wel duur allemaal? Nou, nee, je had sowieso wel dure titel. Maar
Het loopt een beetje uiteen, want net wat je zegt, de 8-bit titels die blijven wel een beetje stabiel. En tuurlijk heb je je uitschieters. En Super Nintendo. Al had ik wel PS3 games, die worden nu wat duurder. Precies, PS3 games die worden iets duurder. Maar dat is dan ook wel... We zijn nu gewoon in retro territorium te komen. Ja, dat klopt. En uiteindelijk, nou ja, de Wii games... Ja, op de retrobeurs heb ik eigenlijk alleen maar dezelfde Wii games gezien. En je ziet natuurlijk in elke bak wel 25, 30 keer van die FIFA's, stomme FIFA games. Dan ga je ze gewoon weg, joh. Ga weg, man. Je rare FIFA. Ja, is elk jaar maar hetzelfde. Meezeulen. Niemand koopt die shit. Wie wil nou FIFA in 2010 spelen? Nu. Ja. Ik weet het niet. Maar goed. Je ziet inderdaad over PlayStation 3 games gesproken, hè. Die Metal Gear Solid 4 Limited Edition chat, die is nu best in prijs aan het stijgen. Omdat die nog steeds niet geconverteerd is naar een nieuw platform. Je hebt Ra One, The Game. Dat is volgens mij van een of andere film of zo was dat. Ja, voor de rest heel veel Collector's Editions en dergelijke zie je erbij staan. De Ellie Edition van The Last of Us is ook een beetje aan het stijgen. Ik ben heel benieuwd wat soort van de next boom is, zullen we maar zeggen. Ja, en nog steeds die weird-ass ding is van Symphony of the Night. Die heb je ook zien staan. Die was echt ongelooflijk, man. Ja, maar volgens mij was die ook wel overpriced. Ja, dat was een Symphony of the Night. Tuurlijk is die overpriced. Dat was bijna, wat, €800 had hij hem daar. Ja, klopt. Dat was het. Dat is echt niet normaal, man. Ja, hij was compleet artbook soundtrack inderdaad erbij. Alles. Maar dezelfde die ik thuis heb, dan zou ik zo ook zeggen van, weet je wat, ik ga hem upgraden. Gewoon ook daar hebben 8 meiers. Ik weet niet of die sealed was, dan even daar gelaten. Als hij was niet sealed. Nee, maar als je nu inderdaad kijkt voor eBay auctions die verkocht zijn. Hebben jullie Neo Geo games gezien? Niet heel lang meer, eerlijk gezegd. Nee. En die zijn sowieso altijd al heel duur. Maar ik heb er ook niet op gelet, eerlijk gezegd, hoor. Nee, ik maar die zie je wel als ze er liggen, want ze zijn zo huge altijd. Maar die heb ik echt al heel jaren al niet echt meer aanwezig gezien. Nee. Nou ja, wat ik zag, weet je, heel veel big box games zag je. Mega Drive games zag je ook niet heel erg veel. Okay. In ieder geval niet de meest interessante. Castlevania New Generation, die was wel weer erg duur. €250 zag ik hem staan. Oh my god. Castlevania New Generation. Ik kan me herinneren, chat, dat wij hem toen een keer bij, wat was het? Hoek van Holland of zo? Een keer verkopen hadden die er €100 voor vroeg of zo? Toen ik denk, Nolman. Dat was een Hoek van Holland. Dat ik het toen niet deed. En dan denk ik nu van, ja, kijk, hè, dat is wel, weet ik hoeveel jaar geleden. Ja, je kan niet in de toekomst kijken, maar wauw. Ja. Hey, maar Castlevania games, die echt, het is ongelooflijk hoeveel ze daarvoor vragen. Nou ja, kijk naar Mirror of Fate. Die werd gedumpt door de Netgame voor like €8 per stuk. En die is nu gewoon keihard aan het stijgen. Dus, wat, de Mirror of Fate? Voor de 3DS. De 3DS. Ja. Meen je dat nou? Ja, Netgame heeft hem regelmatig dat ik nieuwsbrief voorbij kreeg. Ja, €8. En die kreeg ik van, ik heb hem al voor de Xbox 360. En daar draait hij beter op, dus whatever. En ik heb hem gewoon day one toen gekocht voor de 3DS. Ja. Juist voor de 3DS. Ik ook. Ja. 100%, want het is een simpele game. Ja. Maar vond een prima game daar niet van. Die is nu best aan het stijgen wat dat betreft. Maar dat heeft er al puur weer te maken met de populariteit van de show natuurlijk. En dat zie je wel met meer van dat soort dingetjes. Er komt een interessante show uit en de prijzen stijgen. Ja, come on, man. Alright, nou ja, ik denk dat een wrap is. Tenzij jullie nog andere onderwerpen hebben om aan te snijden. Nee, ik denk dat het dan te lang wordt. Eerlijk. Ja, Agent 64. Oh, hij is nog niet klaar. Agent 64. Ja. Ik zag hem gezien. Ik zag hem inderdaad, ja. Daar is een demo van op Steam. Ik heb hem gedownload. Ik dacht van, weet je, even oldschool GoldenEye dingen. En het heeft echt die GoldenEye graphics. Ook de controls? Ja, serieus. Op een gegeven moment als je... even kijken. Als jij je linker shoulder button indrukt, dan kan je je gun, zeg maar, zo. Dan kan je dus wat beter schieten. En zelfs precies dat gaat, zoals GoldenEye. Ja, ik vond hem wel... Het is echt gewoon puur één level spelen. Escape de... Ik weet niet eens meer hoe dat heet. Maar ik heb me prima vermaakt, joh. Voor die kleine... Ik ga gelijk die demo even downloaden. En aangedaan, dus als die uiteindelijk komt, wil ik wel gewoon de hele game spelen. Ja, maar het is sowieso niet GoldenEye. GoldenEye is awesome. Ja. Ja. Alright. Good times. Nou, dan is dan een wrap. Zijn we er. Nou.
Ja. Tot volgende week allemaal. Ja man, tot volgende week. Tot volgende week. Yo. Yo. Later.